voor om duurzaam te gaan leven. Je gaat vandaag nog je bankzaken eindelijk via de Triodosbank regelen. Of je gaat minder vliegen. En als je toch bezig bent, dan gooi je die auto ook de deur uit. Of je huis isoleren. De techniek is het probleem niet. Een klein stukje folie is al genoeg om de energie terug je huis in te kaatsen in plaats van naar buiten te laten verdwijnen. Het is zo simpel en toch blijven die voornemens vaak hangen in goede bedoelingen. Waarom houden we onszelf eigenlijk allemaal van gek? Maar die zonnepanelen bij ons in de straat, hè? Nou, dat ziet er gewoon niet uit. Dan zie je de buurman die begonnen is, die heeft die grijze zonnepanelen op een hele lelijke stellage. Daar kijken wij dan wat uit. Nou, de buren daarnaast, die hebben dan wel een stellage. Maar dat is dan mooi zwart vlak. Maar ja, en ik heb nog geen zonnepanelen. Omdat ik denk, ja, hallo, ik heb hele grote dakramen. Dat past nauwelijks. Dat volume, dat past volgens mij gewoon ook echt niet. Elke keer als een auto opstijgt, kost er evenveel uitstoot als 1000 auto's die tegelijkertijd starten en wegreden. Dat las ik in de krant een jaar of 15 geleden. En toen dacht ik, wow, vliegen is echt heel slecht. Dus dat heb ik gewoon heel lang vermeden. Daar was ik eigenlijk best wel trots op. En als mensen dan vragen aan mij, waar ga je heen op vakantie? Dan zeg ik, nou, gewoon wat je met de auto, met de trein kan doen. Ik ben best wel trots op mijn huis. Ik wil jullie even meenemen naar mijn huis. Het is een huis van ongeveer 100 jaar oud. Spouwmuren zijn helemaal geïsoleerd. Onder de vloer zitten allemaal van die korreltjes, ook geïsoleerd. Oh, ik heb ook wel van die korreltjes. Die heb ik wel in de kelder gelegd. Dus dat scheelt in ieder geval sowieso. Maar ik zat eigenlijk te denken aan dakpannen. Dakpannen schijnen van Tesla dakpannen te zijn. Dat zie je dus bijna niet. Dat vind ik esthetisch mooier. Maar, die leveren dus weer veel minder op. Maar, nou kreeg ik dus een uitnodiging voor een ontzettend leuk congres in Boedapest vorig jaar. Ik dacht, nou daar ga ik heen. Leuk, even weg. Met de trein natuurlijk, net zoals 20 jaar geleden. Dus ik zat achter mijn computer uit te zoeken hoe ik die treinprijs ging doen. Maar ik heb het helemaal uitgezocht. Zelfs op mijn dak heb ik dus nu zonnepanelen. Als je bij mij in de meterkast kijkt, dan loopt die gewoon terug. Dat is echt te gek. Het enige, misschien iets minder milieubewuste wat ik doe. Ik ben actrice, ik speel vaak 's avonds op allerlei plekken in het land. En dan, ja, dan moet ik echt wel met de auto. Dan moet ik echt wel, ja. Ik wilde dus echt heel graag met de trein. Maar het was zo duur, het was gewoon 4 keer zo duur. En het duurde wel 6 keer zo lang. Het duurt soms wel 6 keer zo lang. Als je van Zuid-Limburg terug moet naar de Randstad, dan ben je gewoon enorm lang onderweg. En het is ook onveilig. Ja, en je natuurlijk ook bij de kinderen zijn, nu zien ze al zo weinig. En als je al die tijd op Marta Rijs staat, dat is toch ook niet goed voor hun. En bovendien dacht ik pas laatst, als ik nou mijn auto zou verkopen, hè, theoretisch gezien, dan koopt iemand anders mijn auto en die rijdt ermee rond. Hè, ik weet niet hoeveel. Kan ik een meter houden en zorgen dat ik maar heel af en toe soms alleen met de auto rijd, toch? Dat is dan beter voor het totaalplaatje, hè? Beter voor het totaalplaatje is denk ik toch wachten. Toch gewoon wachten tot er een zonnepaneel komt wat betaalbaar is en wat heel veel oplevert. Of en ik kan er natuurlijk niks aan doen dat de overheid het mij zo moeilijk maakt om met de trein te gaan. En ik wil echt heel graag. Ja, ingewikkeld is het ook. Ja, ik wil ook heel graag zonnepanelen, maar het is ook heel ingewikkeld. Ik zie door het bomen het bos niet meer. Ik douche misschien iets te lang. Ja, maar ik heb ook haren en krullen. Als je het goed wil behandelen, hè, dan moet je zo'n ding in de hoek intrekken. Het duurt een paar minuten. Ja, ik ga dan niet de kraan uit. Dus dat is misschien ook een beetje een zonde. Maar nou ja, dat doen heel veel mensen. Ja, iedereen gaat met het vliegtuig. En ik mag toch ook wel eens een keer voor gemak kiezen. Ja, niet iedereen heeft zonnepanelen nog, hè. Dus, en ik denk er tenminste over na. Ja, ik denk er wel over na. Ja, ik denk de acteurs van Mensen in de Maan. Goedenavond allemaal, welkom in het pakhuis De Zwijger. We zagen dus net de acteurs van Mensen in de Maak. We gaan ze nog veel vaker zien vanavond. En wat zij gaan doen is eigenlijk de thema's die wij gaan bespreken, ja, iets aan toevoegen. En dan mogen we er met z'n allen mee aan de slag. Nou, dat wordt straks helemaal duidelijk. Mijn naam is Anne van der Veen. Mijn taak is om jullie een beetje door deze avond heen te loodsen. Ja, en daar ga ik nu eigenlijk gewoon mee beginnen. Laten we eens kijken naar de aanleiding voor deze avond. Bureau Tertium heeft samen met de Vrije Universiteit hier in Amsterdam een onderzoek gedaan naar de energietransitie. En dan vooral, hoe kunnen we die energietransitie overbrengen op de burgers? En zij bedachten, ja, energietransitie is wel een heel breed begrip. Hoe maken we dat nou wat makkelijker?
wat duidelijker. En is iedereen niet eigenlijk anders? Dus zij dachten, we maken een test, de deugdentest. En dan krijgt iedereen een profiel. En dan kunnen we, welkom allemaal, kunnen we ze allemaal in die profielen, daar passen mensen in. En dan kunnen we mensen veel persoonlijker aanspreken. Ik heb zelf die test ook gedaan. Ik val in het ideale profiel en dat houdt in, als jullie willen dat ik mijn gedrag verander, moet je me aanspreken op een betere wereld en dat broeikaseffecten echt heel slecht zijn. En misschien ga ik dan mijn gedrag wel veranderen. Straks horen we hier nog veel meer over. En wat we ook gaan doen, we gaan deze gedachten afzetten tegen de gedachten van de grote campagnes, van de reclamebureaus, van de voorlichtingscampagnes. We gaan eens kijken wat werkt en wat werkt niet. Jullie zijn hier natuurlijk ook allemaal. En eerst maar eens een vraag. Hebben jullie het idee dat we goed bezig zijn? Dat er goede campagnes zijn over duurzame energie die echt aanslaan? En ik zou graag wat handen willen zien. Eén hand. U heeft het idee dat het aanslaat? Nee? Dus dat kan beter. Nou, dat is al een heel duidelijk begin, zou ik zeggen. En de rest hebben jullie het idee dat het... even voor de duidelijkheid, we gaan niet iedereen... hoor. Ik wilde eigenlijk gewoon handen zien. Dus wie heeft het idee, en vanavond gaan we er uitgebreid over hebben... maar dat de campagnes over duurzaamheid geslaagd zijn. Ja, het gaat goed. Het begint door te dringen. Ja. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. En dan kijken we vooral naar de campagnehoek. De reclamehoek, want werkt dat eigenlijk, een campagne op dit thema? We kennen misschien allemaal wel de reclame, een beter milieu begint bij jezelf. Hebben we allemaal wel herinneringen, in ieder geval een goede slogan. Maar heeft dat nou ook echt effect gehad? Dat gaan we vanavond met z'n allen proberen te onderzoeken. Dan hebben we 4 top-experts uit Nederland uitgenodigd, die gaan dat met ons doen. En nu, ik merk ook al dat het heel erg leeft hier in de zaal, maar vragen, daar hebben we wat op bedacht. De theatermakers die we net zagen, die gaan met jullie aan de slag. En daar moeten jullie je goed op voorbereiden. Spaar je energie en ga met hun aan de slag, wilde ik zeggen. Als dan nog niet alle vragen beantwoord zijn, dan is er ook nog een derde ronde straks aan de bar. Iedereen blijft even hangen en mocht je dan nog prangende vragen hebben, dan kan je het daar ook kwijt. Nou, dan lijkt het mij nu tijd om de eerste expert erbij te halen. Deze man is psycholoog. Weet alles over duurzame gedragsverandering. Bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, maar ook energie en afvalverwerking. Hij heeft een eigen bureau, dat heet Bovenkamers. En wat ik zelf heel leuk vind, maar ik weet eigenlijk niet of het er wat mee te maken heeft. Hij is wereldkampioen stratego. Geef hem een hartelijk applaus. Hier is Anjo Travaille. Nou, dat is een mooie start. Iets buiten mijn comfortzone, maar wel heel leuk. Ik ga jullie iets vertellen vandaag, niet over Stratego, hoewel, ja, dat gaat me ook na aan het hart. Ik ga jullie iets vertellen over hoe gedrag in elkaar zit, hoe hersenen functioneren en wat je daaruit kunt leren voor gedragbeïnvloeding en campagnes. Overigens vond ik het beginnetje met de acteurs van Mensen in de Maak hartstikke mooi. Een uitbeelding van hoe het bewustzijn werkt. Heel veel mensen denken dat het bewustzijn ons stuurt. Dat we keuzes maken met ons bewustzijn. Dat we allerlei data en informatie opslaan. En dat we dan een keuze maken met ons bewustzijn. Hoger vasthouden.
dat we keuzes maken met ons bewustzijn, maar dat doen we helemaal niet. Ons bewustzijn is vaak heel goed in achteraf legitimeren hoe wij keuzes gemaakt hebben of niet gemaakt hebben. En dat zag je net heel mooi in de voorbeelden die we hier zagen. Nou hoop ik dat hier zo'n klikkertje is. Die is hier. Maar nogmaals, het bewustzijn maakt dus geen keuzes, terwijl heel veel campagnes juist wel gericht zijn op het bewustzijn. Het overtuigen met argumenten. Daar komen we zo meteen wel even terug. Even kijken of jullie een stukje basiskennis hebben. En een van de vragen heb ik nu al een beetje verklapt. Duurzaamheid is belangrijk. Wie zegt dat is waar? Dat is leuk. Ja. Bewustwording is vaak een belangrijkste stap voor ander gedrag. Nou, wie heeft opgelet bij mijn intro? Wie zegt dat is toch waar? Oké, sommige mensen luisteren gewoon niet. Leuk. Ja, dat is het bewustzijn. Die geeft dan toch achteraf je nee, maar bij ons zit het toch anders. Als ander gedrag heel veel oplevert, dan gaan mensen het pas doen. Wie zegt dat is waar? Ik zie wat twijfelaars, mooi zo. Nou, al deze vragen, daarop is het antwoord eigenlijk niet waar. Als je kijkt naar hoe hersenen functioneren. En we kunnen daar wel van alles van vinden, maar de kern is natuurlijk hoe werken onze hersenen, die bepalen wat wij doen. Dus daar kunnen we beter een beetje naar kijken, want anders dan, ja, dan doe je iets met je campagne, maar dat heeft helemaal geen effect. Even kijken naar dit effect. Dit logo kennen jullie ongetwijfeld. Stiltecoupé. Voor wie is dat logo bedoeld? Voor iedereen. Nou, eigenlijk is dat wel het goede antwoord. En voor mensen die in de stiltecoupé zitten, is het een legitimatie om iets te zeggen tegen mensen die aan het praten zijn. En voor mensen die aan het praten zijn, is het eigenlijk om af te schrikken en ga ergens anders zitten. Maar mensen die aan het praten zijn, die zien dat hele logo niet. Die zijn namelijk aan het praten. Dus een groot deel van de groep voor wie dit bedoeld is, die mist compleet dit logo. Dat is jammer. Nou heeft de NS een keer in een onderzoek ook iets geprobeerd met de hele inrichting van een coupé als bibliotheek. En het effect daarvan was dat mensen veel minder vaak gingen praten, veel minder lang gingen praten en minder luid. En dat komt omdat als je in zo'n omgeving bent, dat je automatisch stil bent. Er wordt in je hersenen wordt een stiltenorm geactiveerd en die zorgt ervoor ja, dat je eigenlijk gewoon veel rustiger en stiller bent. Overigens verwacht ik dat dit effect over 2 generaties wel een beetje uitgewerkt is. Dan heb je iets anders nodig. Maar toch, de kunst is dat je dit soort principes kunt vinden in de hersenen. En daarmee kun je mensen automatisch duurzamer laten worden. Ik zal even laten zien hoe dat werkt in de hersenen. Dit is een dwarsdoorsnede van de hersenen. Met aan deze kant zit dan de neus. Hè? En dit is een kern, die heet hippocampus, maakt niet zo heel veel uit. Maar dat is een kern, dat heet ook wel het werkgeheugen. Die slaat informatie op en die zet die informatie uit naar de cortex. Dat is de buitenste schil van de hersenen. Dat is het grootste deel van je geheugen. En als je iets meemaakt, een evenement, bestaande uit... Lager, hoger, verder weg, aan iemand anders geven. En als je iets meemaakt, een evenement... Dan bestaat die uit auditieve informatie, dingen die je hoort, visuele informatie, dingen die je ziet, en sensibele informatie, dingen die je voelt, en zo nog een aantal zintuigelijke informatie. Denk bijvoorbeeld aan een verjaardag, er hangen ergens slingers, visuele informatie, je krijgt een zoen van je tante, dat is de sensibele informatie, en je hoort lang zal die leven. Bij elkaar is dat een verjaardag. Denk er nog nootjes en cola bij, en je hebt echt een leuk feest. Bij elkaar is dat een verjaardag, kun je je voorstellen. Hè? En zo'n netwerkje, als dat aan elkaar geknoopt is, dus dit is de visuele cortex, dus je ziet de slingers hangen, je hoort langs al die leven en je krijgt een kus. Bij elkaar is dat een verjaardag. En als een onderdeeltje van het netwerk van buitenaf wordt getriggerd, je ziet bijvoorbeeld ergens slingers hangen, dan weet je, verjaardag. En dan hou je dat ook niet meer tegen. Dat geldt voor allerlei andere begrippen ook, over duurzaamheid of bijvoorbeeld, denk niet aan de witte olifant of aan het witte paard. Als ik zeg, denk niet aan het witte paard, dan denken jullie wel aan het witte paard. En zo werkt dat netwerkje, dat hou je niet tegen. Bewustzijn houdt het zelfs niet tegen. Als je nou weet dat het op die manier getriggerd wordt, wat denken jullie dan van deze campagne? Welk signaal wordt hier getriggerd? Irritatie op zijn minst, ja, bemoeizucht. Maar je krijgt hier vooral zin om te appen en te Facebooken. De mensen die hier rijden, die zijn aan het appen en aan het Facebooken.
dit is dus eigenlijk, hier staat eigenlijk denk niet aan het witte paard. En dus als je iets weet van gedragsbeïnvloeding, dan kom je niet met zo'n campagne. De campagne is inmiddels aangepast. Het blijft overigens wel een heel moeilijke boodschap, want je geeft die boodschap op een ander moment dan dat je de keuze maakt, namelijk of je je telefoon aan of uitzet. Bovendien, alle ANWB-palen zijn weg. Je navigatie zit op je telefoon. Dus blijft een gemengde boodschap, blijft lastig. Maar dit is in ieder geval waardeloos. Dit kost geld en dit levert je absoluut het verkeerde resultaat op. Oké, dit is een vrij eenduidig signaal. Dan wil ik even een combinatie maken van wat je hoort en wat je ziet. En dan moet je even goed kijken of je met name het gezicht van deze persoon even kan zien op het moment dat hij iets gaat vertellen. Now, for an auditory illusion, watch me making this funny sound. Ba, 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 ba. Now we loop the audio, but change the images. I repeat, the audio remains unchanged. The only difference is the way that I move my mouth. Ba, 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 ba. The majority of you will have heard a different sound this time, but the audio hasn't changed. Let's put the clips side by side. Try switching between the two. Ba, 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 ba. Now the McGurk effect was first described by Glasgow. Ik hoor een aantal mensen lachen. Sommige mensen kijken me ook aan, wat is dit voor belachelijk filmpje? Maar mensen die lachen, die hebben waarschijnlijk begrepen wat hier gebeurt. Je hersenen maken een combinatie van wat je hoort en wat je ziet. En dat gaat onbewust. Daar heb je helemaal geen invloed op. En die combinatie, die maakt wat je uiteindelijk gaat doen, of wat je hoort, of wat je denkt te horen en wat je gaat doen. En dat gebeurt natuurlijk ook met allerlei campagnes, met allerlei vormen van beïnvloeding. Dus het is niet alleen het signaal van wat iemand vertelt, maar ook alles eromheen. Het stemvolume, of iemand een beetje rechtop staat. Ik probeer daar ook wat aan te doen. De introductie die je hebt gehad, hè, als je hoort dat ik neurowetenschappen heb gestudeerd en milieukunde en nog wat andere dingen, dan denk je, oh, diegene weet er wel iets van. Als je dan hoort stratego, dan denk je weer van, nou, ja, oké, ja, laat maar. Maar goed, al die signalen bij elkaar maken wat je doet. En daar heb je met campagnes natuurlijk ook mee te maken. Het is niet één signaal. Het zijn duizenden andere signalen. En ook nog eens een keer allerlei andere dingen die ook om aandacht vragen. Je kinderen die moeten op tijd naar school. En je moet je werk nog afmaken. Dus campagnes staan nooit op zich. Maar zijn altijd een combinatie van signalen. Om nou een beetje te begrijpen hoe maken wij keuzes in de hersenen en hoe kunnen we die het beste beïnvloeden, wil ik je even langs een paar kernen in de hersenen helpen om te begrijpen waar we die keuzes mee maken. Die keuzes maken we namelijk met het emotionele gedeelte van onze hersenen. Zintuigen en geheugen heb ik al iets over verteld, maar het zijn vooral pijn en angst en winst en sociale normen. Hè, wat doen andere mensen? Die bepalen wat wij doen en waar wij voor kiezen. En heel automatisch waar wij voor kiezen. En sommige van die kernen hebben ook nog andere functies. Die kern die angst reguleert bijvoorbeeld, amygdala, die is ook heel erg alert voor alles wat nieuw is. Dus iets wat nieuw is in jouw leven. Niet een nieuw wasmiddel, maar het nieuwe werken bijvoorbeeld. Of een nieuwe baan. Innovaties worden heel vaak aangekondigd met nieuw, zeker als het gaat om duurzaamheid. Maar roept dus meteen ook angst op. Dus innovaties kan je beter niet nieuw noemen. Er zijn een aantal van dit soort kernen, er zijn er nog een paar meer. Maar wat belangrijk is, is dat onze hersenen zijn eigenlijk evolutionair gezien nog steeds gericht op overleven. Evolutionair gezien zijn we maar een paar generaties opgeschoven sinds wij ongeveer zo erbij liepen. Onze omgeving is extreem complex geworden, maar onze hersenen die zijn ongeveer nog hetzelfde. Evolutionair gezien is er niet zoveel veranderd. Dus onze hersenen zijn nog heel druk bezig met overleven en hele primaire keuzes die goed zijn voor onszelf op korte termijn. Helaas zit duurzaamheid net aan de andere kant van het spectrum. De keuzes die we maken, maken voor het allergrootste deel onbewust. En psychologen zeggen dat een deel van die keuzes ook nog bewust gemaakt worden. En bewuste keuzes, daar hebben argumenten invloed. Daar heeft informatie en data invloed. En bij het onbewuste gedeelte, daar ben je eigenlijk veel meer ontvankelijk voor allerlei andere signalen, zoals sociale normen. Toch, als je naar milieucampagnes kijkt, die gaan, nou, in ieder geval als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, gaan die bijna altijd over allerlei bewuste signalen. Die gaan over hoe slecht is het voor het klimaat of voor de wereld. Of hoe lang kunnen we hier nog mee doorgaan. Dus dan krijg je heel veel data, terwijl dat eigenlijk weinig invloed heeft op je keuze. Nou, dan kort even naar campagnes. Want we gaan het vanavond ook over campagnes hebben. Er zitten heel veel haken en ogen aan campagnes. Jullie weten allemaal wel een beetje dat daar niet altijd het goede resultaat mee wordt gehaald. Maar de reden waarom, dat zal ik hier laten zien. Veel mensen bereik je helemaal niet.
Zeker iets lager opgeleide of middelbaar opgeleide, die zijn vaak veel lastiger te bereiken dan hoger opgeleide. Mensen registreren eigenlijk alleen maar relevante informatie. En de rest van de informatie wordt gewoon genegeerd. Die kun je recht voor je hebben, maar die zie je niet op het moment dat die niet relevant is voor jou. Of althans, je neemt het niet waar, moet ik zeggen. Mensen staan vaak ook helemaal niet open voor argumenten. Ik heb daar net iets over verteld. Vaak krijgen we tegenstrijdige signalen. Nou, daar heb ik iets van laten zien met die campagne van tegen het appen onderweg. En kennis en houding, daar worden heel veel campagnes op gericht. Dat is eigenlijk helemaal geen goede garantie voor gedrag. Er is wel gemeten bijvoorbeeld dat mensen die heel milieubewust zijn, die vliegen de meeste kilometers. Dus dat komt heel mooi uit. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met sociale positie en mogelijkheden en andere redenen. Maar kennis en houding, wat overigens vaak ook het enige is wat gemeten wordt bij campagnes, ja, dat is een hele slechte garantie voor gedrag. En duurzaam gedrag dan tot slot is helemaal niet logisch. Duurzaam gedrag, daar heb je helemaal niks aan. Dus jullie zeggen wel dat dat belangrijk is, maar kijk nou goed naar hoe de hersenen functioneren. En dan blijkt dat duurzaam gedrag niet zo heel logisch is. Omgeving, milieu, duurzaamheid, lange termijn en voor ons allemaal zijn voor de hersenen dus vrij abstract. Er gebeurt niet zoveel in die kernen die te maken hebben met pijn en winst en angst en sociale normen. Weinig reactie in de hersenen als je hierover begint, dus ja, geen ander gedrag. Nou, is het nou allemaal zo erg? Nou, dat valt mee, er zijn ook wat oplossingen. Ik wil je een paar oplossingen laten zien. Dat is een mooi experiment wat is uitgevoerd in Californië. Daar is getracht om energiebesparing te versterken. En dat is op drie manieren gebeurd. Eén is met milieuvoorlichting. Nou, in het verlengde van wat ik net vertelde, dat gebeurde niet zoveel. Kostenbesef, dus heel erg laten zien van wat is het effect van jouw gedrag op jouw rekening. En die systemen worden steeds beter, want hoe sneller die terugkoppeling is, ja, hoe meer je dus het gevoel hebt van pijn of van winst. Dus dat systeem wordt beter. Dat was in dit geval nog niet zo goed uitgewerkt, geen effect. Maar het derde, sociale norm laten zien ten opzichte van ja, wat jij zelf doet ten opzichte van de buren, dat laat wel een effect zien. Mensen die een hoger verbruik hadden dan gemiddeld, die daalden zo'n 6% in hun energieverbruik. Puur door te zien, van wat doe ik ten opzichte van mijn buren. Niet zo'n leuk effect. Mensen die een lager verbruik hadden dan gemiddeld, die gingen ook aanpassen aan die gemiddelde. Dus die gingen meteen omhoog. Gelukkig kon dat gecorrigeerd worden met een smiley of een huilie. Wat betekende dat de mensen die hier zo'n huilie zagen, die gingen nog sterker energie besparen. En deze mensen die bleven ongeveer gelijk in hun energiebesparing. De grap is, ik vertelde net iets over dat bewustzijn, de mensen die gevraagd werden, waarom hebben jullie nou energie bespaard, gingen die zeggen, ik heb nu gezien wat de buren gebruiken? Nee, die gingen zeggen, dat is goed voor het milieu, of dat is goed voor mijn portemonnee. Dus achteraf helpt je bewustzijn je om te rationaliseren waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Goed, tenslotte, enkele sheets heb ik nog voor je. Mensen zijn heel gevoelig. Ik wil even laten zien, als je campagnes maakt, waar moet je dan op letten? Wat voor manieren moet je dan gebruiken om gedrag te beïnvloeden? Als dat dan niet via de inhoud is, hoe werkt het dan wel? Nou, sociale normen bijvoorbeeld. Laat zien wat andere mensen doen. Het voorbeeld van energie was er net. Op dit bord staat, help mee het hier schoon te houden. Vrijwel alle mensen uit deze buurt zetten geen afval naast de container. Beetje omslachtig zinnetje. In de gemeente Leeuwarden werkt dit heel goed. Het bespaart ze ongeveer 100.000 euro per jaar, omdat er niet van die karretjes hoeven rond te rijden die al het afval ophalen wat mensen bijplaatsen bij de papiercontainer bijvoorbeeld. Werkt. Persoonlijk contact werkt hartstikke goed. Een van de dingen die het meest onderschat is, zeker als het gaat om wat grootschaligere campagnes, maar je kan beter met een aantal mensen persoonlijk contact hebben dan met duizenden mensen briefjes sturen. Autoriteit en deskundigheid. Ik zit zelf in het bestuur van een waterschap. En deze meneer, dat is Bert, die zit ook in het Bert de Groot, die zit ook in het waterschapsbestuur. En hij is biologische boer. Als ik naar boeren ga vertellen, het is handig en verstandig om biologisch te boeren, dan heeft dat geen effect. Als hij dat doet, dan heeft dat wel effect. Want hij is de autoriteit en de deskundige ook voor die omgeving. Een van de belangrijkste tools voor campagnes is maak het makkelijk. De default optie. En het mooiste voorbeeld wat er op dit moment van is, is deze. In Amsterdam hebben jullie daar misschien al mee te maken gehad. De default voor reclamedrukwerk is omgedraaid. Dat is nog een poosje uitgesteld, omdat de reclameindustrie het niet zo leuk vond. Die hebben een rechtszaak verloren inmiddels. En als je in Amsterdam reclamedrukwerk wilt ontvangen, dan moet je deze sticker plakken. Anders krijg je het niet meer. In plaats van, zoals in de rest van Nederland nog steeds is,
je moet een sticker plakken als je het niet wilt hebben. Dus hier wordt het makkelijke gedrag wordt gekoppeld aan het duurzame gedrag. Ik gebruik dat ook vaak op uitnodigingen bijvoorbeeld. Ik had laatst een groot congres voor allemaal verpakkingsindustriemensen. En dan had ik bedacht, het zou handig zijn als die een vegetarische lunch zouden hebben. Dus stond op de uitnodiging, er staat een heerlijke vegetarische lunch voor u klaar. Als u dieetwensen heeft, kunt u dat doorgeven. En van de 53 mensen waren er 2 mensen die hadden gezegd, ik wil graag vlees eten. En nou, de rest heeft vegetarisch gegeten. Anekdotische informatie werkt heel goed. Je kunt data geven, maar als je een verhaaltje vertelt, werkt dat veel beter. Dat weten jullie al lang. Er zijn meer van dit soort principes die je goed kunt gebruiken, maar die volgen eigenlijk altijd op een goede gedragsanalyse. Een ander punt, zeker als je te maken hebt met automatisch gedrag, het is altijd de kunst dat je een onderbreking kan vinden van iets wat iemand automatisch doet. En er zijn 3 vormen van onderbrekingen. Het gebruik maken van een moment dat zich er toch voor leent. Dus aan het einde van het jaar hebben jullie allemaal energiemaatschappijen gehad die een aanbod deden, of een verzekeringsmaatschappij. Een tweede vorm is gebruik maken van wat zich plotseling voordoet. Dit is een mooi voorbeeld. Wilhelminabrug is afgesloten voor het autoverkeer, maar in deze periode kunt u gratis die e-bike proberen. 100 mensen mogen deelnemen. Overigens is het nog een gedragsprincipe van schaarste, maar dat leuk gedaan. Heel succesvol. Dus in diezelfde periode wordt je een alternatief geboden. En dit is een andere vorm van onderbreking. Dit is gewoon iets heel opvallends doen. Dit is mijn eigen huis. Dit krijg ik van de gemeente Utrecht. Met mijn mooie glas- en loodraampjes. Dit is een warmtescan. En ik kon meteen zien waar verlies ik de meeste warmte. Heel leuk gedaan. En er zat natuurlijk ook heel belangrijk een handelingsperspectief aan. Wat kan je dan doen? Nou, voorzetraampjes plaatsen stond erbij. Dus heel mooie onderbrekingen van het automatisch gedrag. Dit is eigenlijk de aanpak die ik altijd hanteer voor gedragbeïnvloeding. Dus als je een goede interventie wil bedenken, en dat zit in stap 3, maak je een analyse van de doelgroep, doelgedrag en het doel. En het allerbelangrijkste woord, wat mij betreft, voor mijn gedeelte van de presentatie, is het woord doelgedrag. Dus je moet goed in je hoofd hebben, wat moet iemand letterlijk gaan doen? In plaats van allerlei verhaaltjes door me heen, wat moet iemand letterlijk gaan doen? En je maakt een analyse van het gedrag in de context en dan ontwerp je een maatregel. En dan maak je gebruik van die gedragsprincipes die ik net noemde en van allerlei soorten van onderbrekingen. Dit is eigenlijk de handigste route voor het bedenken van een campagne of voor welke interventie dan ook. Ten slotte, een paar tips over campagnes. Focus op gewenst gedrag, doelgedrag, belangrijkste woord voor mij. Werk met een combinatie van interventies, nooit 1 interventie alleen, maar juist een mooi mandje aan interventies, dat heeft het gewenste effect. Wees niet te creatief. Altijd gaan mensen daar de mist mee in met hele leuke filmpjes en geen hond weet waar het filmpje over ging. Of in ieder geval, niemand komt in actie, dus dat werkt ook niet. Maar maak het niet te creatief, maak het liever eenvoudig en duidelijk. En zorg dat je zoveel mogelijk richt op het gedrag en op de plek op het moment zelf. Een van de mooiste campagnes vind ik, dat kreeg je in de auto op de duur vaak te horen op de radio. Weet je hoe hard je rijdt? En dat is het goede moment. Dat is het moment waarop je eigenlijk iemand eventjes laat ervaren van wat gebeurt er nu. Bied handelingsperspectief. Iedere campagne zonder handelingsperspectief met alleen maar een verhaaltje is kansloos. En een van de allerbelangrijkste begrippen, volhouden. Het succes van de Bob-campagne zit hem in volhouden. Naast een aantal andere goede factoren die erin zitten, maar vooral volhouden. Als je campagnes wil doen, ja, dan kom je er niet met eventjes een filmpje laten zien. Dat heeft geen invloed. Volhouden is eigenlijk het devies. Ja. De aanhouder wint. Ja, zo is het. Ja. Tot zover. Dankjewel, Anjo Trevaille. Dankjewel dus. We hebben nog veel meer experts uitgenodigd, waarvan er 1 volgens mij net even naar het toilet gaat. Dus daarom keek ik. Maar laten we de andere er alvast even bij roepen, want dat is wat we nu moeten gaan doen. Joeri Jansen, hij is van Roorda. Hij heeft de campagnes van Bob, we hadden het er net al even bedacht, en Nix 18. Tinkerbell, kunstenares, kom er ook alvast even bij staan. En zij heeft eigenlijk van het wereld verbeteren haar werk gemaakt. Ik zou zeggen, je mag applaudisseren natuurlijk. Dat mag altijd. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten. Ik geloof dat jij aan de buitenkant wilde, hè? Ja. Ja, dat mag ook als je dan...
Ik zit alleen even te denken, zou je even wat kunnen zeggen of de mensen hier ook kunnen horen? Hallo? Ah, kijk, we hebben toch vol weten te praten. Dat is Sander Veenendaal, hij is van... Advies was volhouden, maar dat lukt uit. Oh ja. hij is van het idealistische reclamebureau Helder Groen. Jongens, we hebben net, we gaan met jullie in gesprek. We hebben net Anjo Travaille gehoord, die heel veel tips gaf over hoe je een goede campagne maakt eigenlijk. Juri, om met jou te beginnen, je bent natuurlijk campagnemaker. Nou, Bob kwam er geloof ik goed vanaf, omdat jullie je volhouden. Ja. Maar we hebben jullie gevraagd van, neem eens een campagne mee waarvan jullie het idee hebben dat is geslaagd. En dat heb jij ook gedaan. Eigenlijk wat ik heb gedaan is, toen die vraag kwam, kijk, wat is eigenlijk de eerste gedragsveranderingscampagne die ik zelf ooit gemaakt heb? En dat is het eerste filmpje dat ik zou willen laten zien. En dat was niet gehinderd door enige kennis. In mijn naïviteit had ik iets gemaakt wat volgens mij per ongeluk aan heel veel zeg maar van jouw voorwaarden voldeed. Behalve dat het woord nieuw er vrij nadrukkelijk in zat. Maar laat maar even kijken of hij nog overeind staat. Kijk, daar gaan die jongens van Doek, van het nieuwe rijden. Hier nog een keer alle tips op een rij. Tip 1. Schakel op tussen de 2000 en 2500 toeren. Schakel. Mooi. Tip 2. Rood. Staat het licht op rood? Van het gas de poort. Precies. Laat uw auto rustig uitrollen in de versnelling. Tip 3. Rijd 80 in zijn 5. Dat scheelt brandstof en rijdt heerlijk stil. Stil, hè? En tip 4, let op de juiste bandenspanning. Oh, een beetje slapjes. Ja, dat is nou een nieuwe rijden. Dat dacht ik. Wat mij opviel, de reclame was eigenlijk nog maar 1 seconde begonnen en iemand hoorde ik al zeggen, het nieuwe rijden. Dus, ja, zo werkt dat toch wel. Ja, het is al inmiddels 10 jaar geleden. Het was een helaas vrij succesvolle campagne. Ik was bij reclamemaker vrij lang voor verschillende bureaus gewerkt. En ik had eigenlijk 10 jaar lang vooral reclame voor bier, snoep, chips, koffie en luxe auto's gemaakt. En op een gegeven moment wordt je vader... Ik ga het proberen een beetje anekdotisch te maken, want ik heb net geleerd dat dat heel belangrijk is. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook wel een soort stukje iets met mijn talent doen, met werk wat ertoe doet. Mijn eigen bureau begonnen. De eerste klant was Pink Ribbon. Toen werd ik gevraagd om een campagne te maken om te proberen mensen uit schulden te houden. En ik, in mijn naïviteit als creatief, werkte ik niet veel met strategen op dat moment nog samen, maar ik ging eigenlijk heel veel intuïtief. En grappig is, de laatste 10 jaar werk ik veel met gedragswetenschappers samen en die gebruiken alle theorieën die net ook voorbij zijn gekomen. En ik realiseerde me toen ik deze campagne voor jullie selecteerde dat eigenlijk aan best veel voorwaarden deze campagne voldoet. En nou, het zijn 3 voorwaarden die ik probeer zelf steeds me voor te houden. En dat is 1, zorg dat het aantrekkelijk is. Hè, zorg dat er een soort voordeel in zit. Nou, dat zit hier heel duidelijk in. Je ziet op het moment dat je zuiniger rijdt, zie je het verbruik in de auto daadwerkelijk teruggaan. En is het aantrekkelijk? Humor speelt een belangrijke rol in veel reclames. Zorg dat het in ieder geval opvalt en zorg dat mensen het zien. En geef een heel duidelijk handelingsperspectief. Nou, in deze film zagen jullie maar liefst 5 handelingsperspectieven. En uiteindelijk was dit de samenvatting in de round-up van de campagne, want alle handelingsperspectieven werden ook losgecommuniceerd. Dat zijn er nu best veel. En zorg ook dat het herkenbaar en dichtbij is. Dat mensen het gevoel hebben dat ze zich herkennen in de campagne, dat het ook voor hun bedoeld is. Dus dat het bereikbaar en behapbaar is. Daar voldeed volgens mij deze campagne aan. Helaas, wat heel succes wordt, was de eerste opdrachtgever van mijn nieuwe bureau. Dat was een contract voor 5 jaar. En na 3 jaar waren alle doelstellingen al behaald, waardoor het contract werd opgezegd. Wat best spijtig was op dat moment, maar uiteindelijk had hij dus wel gewerkt. En nou, ja, zou je kunnen zeggen, misschien waren de doelstelling niet hoog genoeg, maar dat was de eerste campagne die ik maakte. Maar je zegt, de eerste campagne maakte ik dus eigenlijk op gevoel. Nu ben je veel verder. En dan niks 18, kunnen we daar dan toch in zien dat je er nu meer verstand nog van hebt? Uiteindelijk ben ik gaan samenwerken met de makers van de Bob-campagne. En toen ben ik eigenlijk veel meer gaan leren over sociale normering. Dat inderdaad heel belangrijk is dat je het goede voorbeeld laat zien. En daar is eigenlijk Bob natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Kijk, als je kijkt naar het buitenland, naar campagnes die te maken hebben met alcohol in het verkeer, zijn die vaak heel erg vanuit fair appeal. Zie je juist wat er misgaat, terwijl we hebben geleerd, laat nu juist het goede voorbeeld zien. En laat ook zien dat het eigenlijk voor iedereen heel erg makkelijk is om te doen. Nou ja, wat hebben we met Bob gedaan? Daar hebben we een vehikel gecreëerd, een woord. Het is best lastig om tegen iemand te zeggen van 's avonds van, goh, wie rijdt er vanavond? Oftewel, wie drinkt er niet? Nou, dan ben je een beetje saai, suf. Toen dacht van, nou ja, het is eigenlijk veel beter als er een vehikel is waarbij je iets wat moeilijk bespreekbaar is, bespreekbaar maakt. Dat is eigenlijk het Bob-verhaal geweest. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door
ministerie van VWS om een campagne te bedenken om jongeren later te laten beginnen, of liever helemaal niet, maar in ieder geval zo laat mogelijk te laten beginnen met roken en drinken. Nou, dat is best lastig, want opeens heb je dan twee onderwerpen. Het gaat niet alleen over drinken, het gaat ook over roken. En toen dacht ik, ja, ik zou eigenlijk weer zo'n vehikel moeten hebben. Ik zou weer iets moeten hebben waar ik over kan praten met mensen, zonder dat ik tegen een tiener hoef te zeggen, gij zult niet dit of gij zult niet dat. En op het moment toen ik aan deze campagne werkte, was mijn oudste dochter was toen net 16 geworden. Die had net meegemaakt dat ze dan in december werd zij 16. Toen mocht ze officieel 2 weken roken en drinken. En toen vanaf 1 januari werd dat wetswijziging doorgevoerd. En toen opeens mocht het niet meer. En haar vader werkte ook nog eens een keer aan die campagne. Dus dat was heel spijtig voor haar. Maar ik bracht haar naar Schiphol. Ze ging met een vriendinnetje mee op vakantie naar Italië. Toen dacht ik, ga ik nou tegen die ouders zeggen van, ik vind het niet zo tof als in Italië straks op vakantie rookt of drinkt. Willen jullie een oogje in het zeil houden? Dat heb ik toen niet gedaan. En de eerste foto die ze op Facebook plaatste was met een welkomstcocktail in de lobby van het hotel. En toen kon ik zelf wel voor mijn kop slaan. Ik dacht van, ja, shit, ik had inderdaad iets moeten duidelijk maken aan die ouders. Maar ik had dus blijkbaar een drempel. En ons vak is uiteindelijk het doel om dat soort drempels weg te nemen. Dat is Bob heel goed gelukt. Dus toen dacht ik, ik moet voor, wat nu inmiddels niks is geworden, ook zo'n drempel, ook zo'n vehikel bedenken. En nu zeg ik tegen ouders, zijn jullie ook ouders van niks? Bij Albert Heijn zie je posters hangen, onze cashiers weten van niks. Alle voetbalverenigingen weten van niks. Alle cafés en horecagelegenheden weten van niks. Je hebt nu iets wat lastig bespreken is, wat bespreekbaar is. En dat is niks 18. Nou, de volgende film voldoet volgens mij weer aan de 3 voorbeelden. Zorg dat het herkenbaar is. Neem een situatie die voor ouders met kinderen heel erg herkenbaar en invoelbaar is. Geef een duidelijk handelingsperspectief en maak het aantrekkelijk. Nou, laten we kijken. Pap, wat is er met de wifi? Oh ja. Nee, is veranderd. NIX18. En het wachtwoord? NIET. ROKEN. NIET. DRINKEN. Serieus? Oké. Dat is goed. Hoe je hem ook maakt, niks is de afspraak. Niks 18. En het wachtwoord? Kom maar. Ja, Sander Veenendaal. Ja. Laat jij je ook zo beïnvloeden door het gedrag en de psychologie? Is dat ook jouw werkwijze? Ik word er sowieso door beïnvloed, heb ik net geleerd. Maar onze werkwijze die komt wel redelijk overeen. Alleen werken wij voor merken en vaak ook nog mensen die nog niet een merk zijn, die bezig zijn met iets van een soort idealisme te brengen naar een groter publiek. En dat is vaak nog meer in een niche. Zoals Dopper, hè, is een bekend voorbeeld waar Dopper, jullie voor werken. Ja, Dopper is een inmiddels bekend voorbeeld. En dat is een van de, zou je inmiddels wel kunnen zeggen, de usual suspects. Hè. Er zijn een aantal van die bedrijven. Tony Chocoloni is zo'n andere. Seepje is ook zo'n andere. Seepje en Dopper hebben wij allebei geholpen. Wat wij dan noemen vanuit een idealisme. Dat mensen zeggen, ja leuk dat jij de plastic gaat helpen opruimen in de zee. En dat je ook nog drinkwaterbronnen gaat slaan. Gast, ik heb gewoon dorst. En ik kan gewoon mineraalwaterflesjes kopen, dus why? Dat is nu, inmiddels is het gewoon normaal dat je een flesje mee hebt. En dat vond hij toen ook normaal. En ik vond het ook normaal, maar hoe ga je dat nou de nieuwe normaal maken? En dat dan ook nog vaak, jammer genoeg, met weinig budget. En daar komt eigenlijk nog een ander aspect bij, wat ik nog net niet in de presentatie voorbij heb zien komen. En dat is schoonheid. Eenvoud in een verhaal is een bepaalde mate van schoonheid. Dat zag ik wel voorbij komen, maar ook schoonheid in bijvoorbeeld ontwerp van zo'n fles. Het moet er niet te milieubewust uitzien. Nu niet meer. Toen wel. Toen bedoel ik, we zijn 14 jaar geleden begonnen. En toen werden we in de reclamebranche toch al gezien als het bureau met geitenwolle sokken. En wij dachten, nee, het is gewoon fucking cool om dit gewoon groot te gaan maken. Dus het heeft ook iets te maken met de cultuur van de onderstromen. Er zijn echt mensen, met name ook jongeren, die zich continu willen afzetten. En die het cool vinden om anders te zijn. En daar kun je dus heel mooi gebruik van maken. Dus door juist niet per se mee te gaan in, oké, al die drempeltjes weg. Nee, maar gewoon drempels opwerpen en kijken of je er tegenin kan gaan. Is Dopper dan ook het voorbeeld wat jij ons wilde laten zien? Nee, ik heb iets meegenomen. Althans, ik had het mee willen nemen, maar dat is niet gelukt. Dus ik heb het net gemaild. En dit is een schilletje. En inmiddels kennen veel mensen in deze hoek het misschien wel. Maar er kwamen 2 jonge jongens naar ons toe en die zeiden, alsjeblieft. En ik dacht, nou mooi, biertje erbij en ik heb wat lekkers te snacken bij de borrel. Maar het is dus een schilletje van een noot. En dan kan je dus je kleren mee wassen.
En zij zeiden, ja, dat willen wij in de markt gaan zetten. En ik zei, ja, dat is onmogelijk. En dus heb je hier, zeg maar, ga je nadenken van, oké, wat is nou de normaal? Normaal denk ik bij wasmiddel, schapcodes noemen we dat bijvoorbeeld, of hè, dingen die je gewoon sowieso onbewust associeert bij een product. Wasmiddel is poeder, vloeibaar, ruikt lekker, schreeuwende kleuren, staat altijd iets op, was 16 of 32 keer krachtiger dan, I don't know. Dat is wasmiddel, maar dit niet. Het ruikt niet lekker, het ziet er niet uit als wasmiddel. Ik moet er veel meer aan doen. Wassen is sowieso niet leuk. Wat ga ik hiermee doen? Nou, je hebt dus heel vaak veel meer uit te leggen als je een duurzame nieuwe normaal wilt helpen landen. Dit is ook zo'n voorbeeld. Hier zeiden we, nou, we moeten er gewoon een verpakking omheen maken. Eerst dachten we, we gaan het lanceren in het eco-schap. Maar echt, zeg maar, nou, de geitenwolle sokken zien. Dat is gelukt. Toen hebben we de verpakking veel leuker gemaakt. En zeiden we, laat de natuur je was doen. Dat wordt leuk. En we dachten, we gaan het zo leuk maken dat het iets tofs is om door te geven. Als een cadeau. Je gaat wasmiddel cadeau geven. Dat is gelukt. Toen zeiden de jongens, wij gaan het next level brengen. We gaan hier vloeibaar wasmiddel van maken. Is hun gelukt. Nieuwe verpakking, nog steeds een beetje eco. En het doel was, wat een paar jaar van tevoren bedacht hadden, in het Albert Heijnschap. Nou, daar moet je normaliter voor betalen om in te komen. En vervolgens kom je in de houtgreep en kom je er vaak niet meer uit als startend klein merkje. En het is gelukt. Zeepje staat nu in het Albert Heijnschap. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van een ideaal naar de nieuwe normaal brengen. En het volgende plaatje gaat dan over wat voor effect dat heeft op andere merken. He, dus het is voor mij is de vraag, zijn er succesvolle campagnes, zijn er succesvolle voorbeelden? Ik heb bewust mijn hand niet opgestoken, want ik vind dat het nog veel succesvoller moet. Maar gaan we het zo over hebben. Er zijn hele mooie voorbeelden, maar het is altijd een gelaagdheid die ontstaat. He, dus er zijn innovators die iets starten, er zijn mensen vanuit de kunst zien die iets brengen, dan is de media die iets brengt. Dus die kleine merkjes, waar grote merken weer naar kijken, denken ze, oh, die gaan we ze niet inhalen. En inmiddels kunnen ze wel inhalen en komt L'Oréal naar ons toe. Omdat we genoemd werden in Londen en Parijs als het bureau voor sustainability en het introduceren van een nieuw merk. En dit is een product wat ze in het high-end segment voor de salons hebben geïntroduceerd. 97% natuurlijk. En de packaging is biodegradable. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld, zeg maar, hoe zo'n, ja, hoe zo'n keten kan gaan bewegen. En dit wil ik heel graag laten zien, omdat ik zei net al, zeg maar, kijk, heel veel reclamebureaus die maken van iets wat eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft, maken ze een heel mooi verhaal. En als je daar duurzame principes op toepast, hè, dan zeggen ze, ja, we zijn duurzaam, we zijn het eigenlijk niet, greenwashing. Hebben wij onwijs veel mee te maken. Er komen ook nog steeds heel veel klanten bij ons die zeggen, ja, we willen eigenlijk, maar het is eigenlijk niet echt. Ja, dat levert ook wel eens discussie bij ons op, van wat is dat dan, duurzaamheid? En hoe goed is dat dan? Hoe goed moet het dan zijn? En hoe weten wij dat echt zo is? Dit is een jongen, die heeft heel veel geld verdiend in het havenbedrijf in Rotterdam. En die dacht, toen hij Gunther Pauli van de Blauwe Economie, Circulaire Economie gesproken had, daar moet ik iets mee doen. Ik koop Tropicana voor 1 miljoen. Maar ik weet nog niet precies hoe ik daar nou de Blauwe Economie moet laten landen. Nou, wat is de Blauwe Economie? Is weer zo'n voorbeeld van een onwijs moeilijk verhaal, Circulaire Economie. Gelukkig begint dat nu te landen. Daar hebben we mee geholpen, Blue City, Surfing the New Economy. En volgende week openen we hier onze tweede vestiging in Rotterdam. En hier gebeurt het gewoon. Circulaire economie. Dus zeg maar, het afval van het ene bedrijf is food voor het andere bedrijf. En zo ga je ecosystemen sluiten. En ik vind dat dus super cool. Het kan gewoon wel. En het is super cool. Duurzaamheid, het kan gewoon wel. En het is super cool. Nou, dat is duidelijk. En het is ook wel leuk als je reclame jongens vraagt om voorbeelden. 1 voorbeeld, krijg je er 3. Dat is ook reclame maken, denk ik zo. Tinkerbell. Kunstenares, voel jij je eigenlijk thuis tussen de reclame mannen? Het lijkt alsof we steeds verder terug gaan, zeg maar. Dus jij, dan het verhaal, jij zegt, ik zit iets meer in een niche. Wat ik doe, gaat eigenlijk vooraf aan bijvoorbeeld VP. En dat is namelijk het redden van de wereld. Heeft u even? Nou, misschien, ik ben dus kunstenaar. En wat ik doe, is het redden van de wereld. En dat gaat vooraf aan VP. En dat kun je me niet... Ja, zo beter? Oh ja. Ik moet misschien iets uitleggen over hoe, hoe wij in elkaar zitten, hoe wij werken als mens. En een heel belangrijke factor is dat wij allemaal een beschermingsmechanisme hebben. En dat beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat wij zo min mogelijk kennis opnemen. En dat klinkt een beetje gek in deze maatschappij waarin wij denken dat onderwijs echt het allerhoogste goed is. Dat is totale nonsens.
Wij zijn er namelijk op ingericht om zo min mogelijk dingen echt te weten. En met weten bedoel ik niet dat je de krant hebt gelezen en dat je dus weet wat er staat. Maar met weten bedoel ik dat het onderdeel wordt van wie je bent en van je zijn. En dat het zo'n appel op je doet, dat wat je net aan kennis hebt toegeëigend, dat ook iets met jou doet en zo'n appel op je doet dat het je leven gaat veranderen, dat je daar moet handelen. Nou, dat doen we bijna niet. Om een heel makkelijk voorbeeld te geven, ik weet zeker dat jullie allemaal weten dat de kleding die jullie dragen niet deugt. Daar zijn mensen aan dood gegaan. Jullie weten dat, maar we hebben er allemaal voor gekozen, of eigenlijk heeft dat beschermingsmechanisme ervoor gezorgd dat het niet binnenkomt en wij maken ons eigenlijk niet echt druk over, nou ja, wat je ook aan je lijf hebt. Wat ik doe, wat mijn werk is en waarmee ik de wereld red, is ik hack jullie beschermingsmechanisme zodanig dat het wel binnenkomt en dat het een appel op je doet en dat je gedrag verandert. En zodat je bijvoorbeeld zeepie bedenkt en bij jou aankomt. Dat is wat ik doe. Maar dan ga ik het even heel grof zeggen. Jij hebt je laten steriliseren. Ja. Om de wereld te redden. Ja. Is dat dan iets hoe je mij hackt? Want ik schrik daarvan. Dat klinkt heftig. Je moet het misschien ook een beetje uitleggen. Misschien moeten we even het filmpje laten zien. Laten we dat doen. Ja, laten we dat eerst doen. Stel nou dat dit die mijn is in Marokko, hier zo. Dus we graven daar uit diepe lagen fosfaat eruit. Vervolgens brengen we dat fosfaat naar een fabriek toe en dan maken we er kunstmest van. Dus nu zitten al die fosfaatjes die eerst hierin zaten, die toen naar die fabriek zijn gegaan, toen plantjes geworden zijn, brengen we nu naar Rotterdam toe. En in Rotterdam komt het aan als diervoer. En dat diervoer dat stopt vervolgens in een beest. En dan wordt er vlees van gemaakt aan de ene kant. Nou, nu is het even vlees geworden. En dat beest dat poept, die hebben we hier nog liggen. Dus die fosfaatjes gaan van hier naar daar, naar hier via Rotterdam, vlees en poep. En dat poep die verdwijnt gedeeltelijk, bijvoorbeeld voor de helft, onder de grond. Dat is een verliespost, die is weg. Nou, dat vlees dat eten wij, maar wij gaan ook naar de wc toe. Dus wij poepen ook nog eens een keertje. En ons poep die verdwijnt vervolgens, nou ja, achter je, naar de oceaan. Tja, ik geloofde hem niet. Dit is Wouter de Heij, hij is wetenschapper, voedselwetenschapper. En hij vertelde mij dit verhaal. En even, nou, ik vind het wel aardig om even te checken, misschien in de zaal. Weet iemand wat fosfaat is? 4 voorzichtige vingers en een half handje. Oké. Ik ga het even uitleggen. Heel simpel. We hebben allemaal op de basisschool geleerd dat voor al het leven is zuurstof nodig en is water nodig. Er is vast niemand die dit niet wist. Wat jullie waarschijnlijk niet weten is dat er een derde dingetje is wat onmisbaar is voor al het leven en dat is fosfaat. En fosfaat zorgt ervoor dat zuurstof zich kan verplaatsen in een lichaam. Dus je hebt, zonder fosfaat heb je niets aan zuurstof en gaat alles dood. En wat je net hebt gezien in het filmpje is dat het fosfaat, en dat zit dus in de bodem, daardoor kunnen planten groeien. Wij eten de planten, dieren eten de planten, wij eten dieren, et cetera. Het wordt uitgepoept en we spoelen het de oceaan in sinds wij zo 120 jaar geleden rioolsystemen zijn gaan aanleggen. En sinds 2008 is bekend dat het fosfaat in een
hoog tempo opraakt. Zo hoog dat we binnen 10 jaar sinds ik de film heb gemaakt, dat is al bijna 5 jaar geleden, dus we laten zeggen binnen 5 jaar van nu, gaat er schaarste optreden. En binnen 100 jaar kunnen wij, als we alles op alles zetten, nog zo 3,5 miljard mensen voeden. We zijn dan met 11 miljard en dat is het fosfaatprobleem. Wouter, hij vertelde mij dit. Ik geloofde hem niet en ik was gevraagd om een film te maken of om een project te doen over de toekomst van ons voedsel. En ik dacht, als dit waar is, bestaat er geen toekomst voor ons voedsel. Laat ik eens uitzoeken of dit klopt. En eigenlijk wilde ik bewijzen dat het niet klopte. En ik ging allerlei experts, wetenschappers, politici interviewen. En wat bleek, zelfs onze eigen politici wisten dat dit waar was. En waarom stond het nu in geen enkele partij, maar zelfs in geen enkel land op de politieke agenda? Nou, ik citeer 3 politici die exact hetzelfde zeiden. Dat was Dion Graus van de PVV. Dat was Liesbeth van Tongeren van GroenLinks en Jacco Geurts van het CDA. En zij zeiden alle 3 hetzelfde, namelijk wij weten dit. Dit is inderdaad waarschijnlijk het grootste probleem van de komende eeuw. Maar het is een doemscenario en het is een lange termijn probleem. En daarom kunnen wij daar niet mee. Ik heb een film gemaakt waarin ik allerlei mensen aan het woord laat. En aan het einde van de film was ik zo, zeg maar, vol van deze realiteit, dat ik dacht, er is maar 1 ding wat ik nu kan doen en dat is de uiterste consequentie accepteren. En dat is dat er geen ruimte is voor meer mensen. En toen heb ik me laten steriliseren en dat was het einde van de film. Binnen 6 dagen is er 6 uur over gediscussieerd in de Tweede Kamer en is een wetswijziging gekomen. Een geslaagde campagne. Ja. Maar je hebt wel zelf de nadelen ervan. Geweten. Ja. Het is maar hoe je het ziet. Natuurlijk, kijk, het was geen fijne operatie, zeg maar. Maar. Nee, want die beelden zitten hier niet in, maar je wordt wel echt huilend wakker. Dat zie je ook in jouw film. Ja, dat klopt. Ja. Dus je moet er wat voor over hebben. Ja, dat is zo. Jongens, 3 visies. Maar we willen vanavond 1 verhaal uiteindelijk maken. Of dat proberen we te doen, namelijk erachter komen, heeft campagne maken zin? En wat is een goede campagne? Dat is natuurlijk wel een open vraag. Dus laten we eens kijken, kunnen we wat ingrediënten ervoor noemen? Laat ik even bij Jury beginnen. Nou, zorg in ieder geval dat je een oplossing aanbiedt. Dus een handelingsperspectief. Bij Nieuwe Rijden zag je het heel duidelijk. En wat er ook bij komt kijken, is probeer mensen een soort cue te geven die hun helpt zich aan hun voornemen te houden. Bijvoorbeeld zat een regeltje in bij licht op rood van het gasdepot. Dat noemen we een zogenaamde implementatieintentie. Dus je neemt jezelf voor dat als ik in een situatie kom dat er iets gebeurt, dan gaat dit mijn handelen zijn. En het helpt ook als je zoiets niet alleen cognitief brengt. Dus het wordt niet alleen uitgesproken. Maar het is ook heel belangrijk dat je dat visueel laat zien. Want inderdaad, heel veel dingen nemen wij tot ons zonder dat we daar eigenlijk bewust van zijn. Dus laat het vooral zien. Want wat in het verleden vaak gebeurd was bij campagnes, dan zag je eigenlijk het slechte voorbeeld. Zag je eigenlijk bijvoorbeeld, heel mooi voorbeeld ervan is het korte lontje campagne. Zag je iemand volledig uit zijn dak gaan in het verkeer. En aan het einde zeiden we, hebben we niet allemaal een beetje een kort lontje, doe eens normaal. Maar wat uiteindelijk wat registreert te kijken, die ziet iemand die volledig uit zijn dak gaat. En die denkt, dat is eigenlijk de norm. Zo doet iedereen, zie je wel, het is eigenlijk heel normaal om uit je dak te gaan. Dus wij proberen altijd, laat het goede voorbeeld zien, met een simpel handelingsperspectief. En ook een cue die mensen ook daadwerkelijk herinnert aan hun voornemen. En hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld wat Tinkerbell doet? Iets meer shockeren? Kijk, als creatief vind ik dat heel interessant. Alleen als je denkt, hoe ga je zeg maar een massa in beweging brengen, dan is dat lastiger. Daar heb je toch iets meer ervoor nodig. Kijk, shockeren is voor mensen ook heel vaak dat ze zich gelijk afsluiten. Ze denken dan gelijk, oh, dit is niet voor mij bedoeld. Ik neem dit niet tot me, ik sluit me af. En uiteindelijk is mijn doel als campagnemaker om juist mensen open te stellen en ontvankelijk te maken voor een boodschap. Maar je moet ook door die laag heen. Want bijvoorbeeld wat Tinkerbell zegt, we weten dat onze kleren niet goed zijn. Mm-hmm. Maar we zijn uiteindelijk niet bereid om er wat aan te doen, toch? Dus je moet ergens doorheen komen. Ja, maar dat is inderdaad wat we in de inleiding ook hebben gehad. Het is eigenlijk kennis. En voor een groot deel van de mensen is kennis totaal niet relevant. Het gaat veel meer om een gevoel en een oplossing. In plaats dat je die kennis tot je neemt. Sander, hoe kijk jij ernaar? Ja, je vertelde in de intro, of je stelde je de vraag met het woord campagne. En voor mij gaat het over actie voeren. Ik zag het ook in de slides voorbij komen. Heel veel campagnes worden wel op kennis en houding gevoerd. Nou,
Tegenwoordig worden bijna alle campagnes op gedrag, op resultaat eigenlijk gemeten. Dus dat gaat over activatie, zoals dat dan in ons vak heet. En wat Tinkerbell doet, is ook actie voeren. Ik zie het puur als actie voeren. Mensen in actie zien te brengen. En dat moet je niet alleen doen, maar dat moet je samen doen. Ook met zeventjes. Ja, dat is ook... ik zie mezelf echt als iemand die daar nog dat daarvoor komt. Dus ik zorg ervoor dat andere mensen actie gaan voeren. Dus ik doe iets wat zo binnenkomt, natuurlijk niet bij iedereen. En ook niet bij iedereen hetzelfde. Dat kan niet, want we werken allemaal weer ietsje anders. Maar ik zorg wel dat het bij de juiste mensen. En in dit geval was het urgent. Fosfaatprobleem, nergens ter wereld op de politieke agenda. Was best nodig, dus het moest nu op de politieke agenda. Dus daar heb ik op gefocust en dat is gelukt. En dat is heel goed, want jij zit daarvoor. Maar uiteindelijk wil je iedereen wel bereiken, toch? Dus heb jij dan het idee dat die campagnes... Hè, want jij probeert de juiste mensen te bereiken. Maar nou ja, daarna moeten wij allemaal bereikt worden. Toen ik dus die film maakte... Was het ook nooit in het nieuws. Dus het woord fosfaat werd gewoon niet gebruikt in kranten. Je las het niet. En ik heb sindsdien een Blendl alert en een Google alert. En mijn mailbox stroomt elke dag binnen. Of, gewoon vol met het woord fosfaat in allerlei artikelen, et cetera, et cetera. Dus het is een onderwerp geworden. En pas als iets een onderwerp wordt, kan iemand daar, weet ik veel, speciale toiletpotten op ontwerpen die, weet ik veel... Poep en plas scheiden en dat weer in een of ander verwerkings iets krijgen. Waternet in Amsterdam, heel goed voorbeeld. Loopt echt voor in de wereld. Gewoon overal op het scheiden en het van alle stoffen die erin zitten. En het fosfaat eruit halen is echt heel bijzonder. Maar wat daarvoor nodig is, is iemand die daar aan vooraf gaat. En ik ga daaraan vooraf. Dus jullie kunnen niet bestaan zonder mensen zoals ik. Is dat zo, heren? Ja, en vice versa. Maar we hebben het hier over de energietransitie. En ik zei in het begin ook, dat is nogal een ruim begrip. Want als jullie zo'n woord lezen, energietransitie, zien jullie de reclame, de campagne dan al voor je? Of moeten we het meer specifiek maken? We hebben een aantal campagnes gedaan voor verschillende ondernemingen. Dan wel start-ups vanuit hele grote beursgenoteerde ondernemingen. Die allemaal op hun eigen manier... nieuw gedrag probeerde te initiëren. En wat blijkt? Het is waanzinnig moeilijk. Vorig jaar hebben we hier opgewekt eigenlijk alle Nederlandse energiecorporaties geïnterviewd over wat gaat er nou goed, wat kan er beter, wat zijn de inzichten, wat zijn dingen waar mensen op acteren. Toen bleek inderdaad, lokaal is superbelangrijk. Logisch natuurlijk ook voor lokale energiecorporaties. Maar dat blijkt dus ook weer uit het onderzoek. En dan zie je dat verschillende mensen verschillende overwegingen hebben. Ja, hoe ga je daar achter komen? Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe het onderzoek daar antwoord op geeft. Maar met Bob en met Nix18, ik heb het idee dat jij een gedragsverandering niet zo heel moeilijk vindt. Daar gaat wel het denkwerk aan vooraf. Maar inmiddels heb je wel een soort... radartje ontwikkeld, dat je denkt, oh ja, dit zou wel kunnen werken. En nogmaals, het is ook niet iets wat je eventjes bedenkt, het is ook iets waar heel veel onderzoek aan vooraf gaat. Dus op het moment dat wij dit soort campagnes bedenken, doe ik dat niet alleen als creatief, dus ook een stratege waar ik mee samenwerk, en wetenschappers, maar we doen ook heel veel wat wij noemen co-creatiesessies met de doelgroep. Wat is nou een inzicht, of wat is nou een beleving die voor de doelgroep relevant is? Bijvoorbeeld een interessant voorbeeld is de onderweg offline campagne. Ik ben het helemaal eens over dat het in de billboard niet werkt, wat je net liet zien. Wat Lemon de Cues gaf van appen. Toen zijn we gaan kijken, wat is nou voor mensen een reden dat zij toch in de auto een telefoon gebruiken? En wat zouden zij zelf nou als handelingsperspectief bieden? Wat vinden ze zelf de beste oplossing? In plaats dat wij het als makers gaan bedenken of strategen, gaan we eigenlijk tijdens co-creatiesessie met de doelgroep in gesprek. En daar kwam ik eigenlijk tot best wel een interessant inzicht. En dat was dat mensen eigenlijk die mobiele telefoon als best wel druk ervaren. Ze willen eigenlijk helemaal niet continu bereikbaar zijn, maar ze hebben het gevoel van buitenaf dat er van hen wordt verwacht dat ze continu reageren. En misschien herkennen jullie dat wel op het moment dat iemand jou een appje heeft gestuurd en je hebt dat gelezen, dan krijgt diegene die het heeft gezonden zo'n blauw vinkie en die verwacht dan, er wordt dan eigenlijk van je verwacht dat je direct reageert, wat eigenlijk jou een soort druk oplegt. En hij dacht eigenlijk van, het is wel interessant, het wordt ook ontzettend ervaren als een druk. En op dat moment hoorde ik om me heen ook een soort trend waar mensen het hadden over social detoxen. Dat ze gingen proberen
een week of een paar dagen, voor sommige mensen was een paar uur al een behoorlijke opgave, om eventjes niet te reageren en echt offline te zijn. Toen dacht ik, hé, dat vond ik eigenlijk wel een interessante trend en een interessante behoefte. Dacht ik, waarom gaan wij niet, zeg maar, het in de auto niet bereikbaar zijn? Waarom positioneren we dat niet als een soort straf van, gij zult niet appen of iets doen in de auto? Nee, zie nou dat onderweg zijn als jouw moment waarbij je het eigenlijk niet hoeft. Je hoeft eventjes niks. Het is het moment dat je eigenlijk voor jezelf hebt, dus onderweg offline. En in de campagne zag je nou ook dat mensen, hadden we het letterlijk zichtbaar, fysiek gemaakt. Zag je de hele tijd, zeg maar letterlijk alle berichten visueel om je heen verschijnen. En dus de hele tijd zag je de weerman, die de hele tijd vertelde wat het weer was. Iemand liet zo'n angry cat zien. De hele tijd al die onrelevante berichten waren fysiek om jou heen. Op het moment dat iemand de auto instapte en zijn telefoon op stil zette, was opeens de auto leeg en was er niemand meer om me heen. Was er een soort oase van rust. Dus je had, zeg maar, het prettige gevoel kreeg je nadat je de juiste handeling had gedaan. Maar dan hebben mensen dus het idee, ik doe iets, dat is goed en het levert me ook nog wat op. En zijn we nou echt zo simpel met z'n allen dat we er allemaal toch ook gewoon wat aan willen hebben? Ja? Ja? Is dat het? Tinkerbell? Ja, ik denk het wel. Ja. Dus maak duidelijk wat we er zelf aan hebben. Wat levert het op? Ja, absoluut. En maak het ook zo makkelijk mogelijk. Hè. Zorg dan dat ze ook weten wat ze kunnen doen. Dat het ook heel erg behaalbaar is. Kijk, dat is het lastige als je de titel van... ik zie het nu in het spiegelbeeld, maar een betere wereld begint bij jezelf. Ja, dat, ik vond het eigenlijk nu met terugwerkende kracht echt de slechtste campagne ooit. Want sowieso hadden ze ook dat logo met die wereld in die handen. En het begin bij jezelf. Opeens leg je de volledige verantwoordelijkheid voor de wereld. Leg je bij je als individu zonder dat je echt een oplossing of een handelingsperspectief aandraagt. Waar ik denk van, probeer het nou heel erg behapbaar en dichtbij te houden en geef mensen gewoon oplossingen. Ja, ja, dit vind ik dus een hele interessante. Rob van Vijfwijken heeft die campagne gemaakt. Was vorige week nog bij ons. En toen zei hij, ik heb zoveel slechte dingen gedaan. Maar dit was een goede campagne. En waar hij nu mee bezig is, en dat is bijna rond, is een duurzaam warenhuis starten in Amsterdam. Dat gaat Yes heten. Om te laten zien dat duurzaamheid gewoon wel kan. Wat ik heel mooi vind aan deze zin, even los van de campagne, en ik geloof dat dat heel erg gaat over duurzaamheid. Duurzaamheid gaat wat mij betreft over bewustwording. Bewustwording van wie je bent. En naarmate dat toeneemt, merk je dat je de ruimte om je heen ook echt zelf bent. Dat het heel gek is dat je een sigarettenpeukje in jezelf weggooit. Dus het begint echt wel bij jezelf. En het begint ook bij bewustwording. En ik zie dat het bewustzijnsniveau in Nederland onwijs toeneemt op dit soort topics. En volgens mij, deze campagne gaf er ook wel een voorbeeld bij, bijvoorbeeld. Ja, kijk, hij is natuurlijk, het is een icoon qua zin. Iedereen kent hem nog steeds. Was het dan een slechte campagne? I don't know. Nee, het is een waarheid. Natuurlijk, de regel is waar. Ja. Maar ik weet niet of het nou mensen daadwerkelijk tot gedrag heeft aangezet, tot verandering van gedrag. Ja. Kijk, ik heb de filmpjes erbij bekeken en die lieten eigenlijk allemaal het negatieve voorbeeld zien. Ja. Het was dat elitaire stel dat zij NL staat voor niet lopen. Ik neem de auto. Een grappige campagne, maar het gaf mij niet een oplossing. Maar ik ben het helemaal met je eens dat er positief handelingsperspectief in moet zitten. Ja. Maar een zinnetje, wat gaat over bewustwording, dat is essentieel in een goede campagne. Maar laatste vraag. Wij vinden, of de meeste mensen hier in de zaal, dat denk ik, vinden duurzame energietransitie belangrijk. Maar we proberen het nu toch heel positief allemaal te houden. En ik hoor hier mensen toch ook een beetje denken, het gaat niet snel genoeg. Ja. Toch? Ja, dus ik wil al gelijk beginnen te roepen, het gaat mij ook veel te langzaam. Ik word daar ook heel erg ongeduldig van. Maar zeg maar, dat wat wij met Helder Groen doen, is zeg maar het positieve verhaal brengen en het zo helpen versnellen. Maar ik hoop ook echt dat er veel meer activisme ontstaat. Ik hoop dat. Denk er wel. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar dat komt misschien ook omdat, kijk, ik werk alleen, dus niet met een team. Ik werk niet met grote budgetten. Ik werk autonoom, ook niet met opdrachtgevers. En dus ik moet nogal een keuze maken in onderwerpen. En mijn keuze ligt dan altijd in onderwerpen die, nou, ik noem ze dan gewoon niet sexy of gewoon niet bestaand. Als in dat niemand er nog iets mee doet. En dit is voor mij zo'n onderwerp waar ik al zoveel over zie, dus niet interessant voor mij. Daar zijn al mensen mee bezig en die kunnen dat prima. Ik heb daar vertrouwen in en ik vind het ook dat het veel te traag gaat, mee eens. Maar ik hou me bezig met dingen waar nog niemand zich mee bezighoudt. Om daar weer voor te zijn. Laten we eens kijken wat Mens in de Maak hier van over heeft gehouden. Frans Kupper. Ja. Dankjewel. Mag ik een microfoon? Dankjewel.
Goed, we hebben net van Anjo gehoord hoe lastig het is om duurzaam gedrag te laten zien. Om daarop over te gaan. Dat we er helemaal niet op bedraad zijn om dat te doen. We hebben van jullie een aantal oplossingsstrategieën gekregen. Je moet mensen raken, het moet dichtbij zijn, een handelingsperspectief, de oplossing aanbieden. We gaan even, wat we nu eigenlijk gaan doen, is een theaterexperiment. Eigenlijk lijkt het een beetje op zo'n co-creatiesessie waar jij het net over had. Dus we gaan even inzoomen op mensen die dus de doelgroep zouden kunnen zijn van zo'n campagne. Mag ik jullie vragen om daar bij te komen? Deze mensen wonen allemaal in dezelfde wijk. En we gaan met elkaar bedenken hoe we deze mensen dan die oplossing zouden kunnen aanbieden. Want er gaat namelijk in deze wijk iets veranderen op het gebied van de energietransitie. Wat voor energiemaatregel wordt er in deze wijk overwogen? Wie heeft er een suggestie? Ja? Van het gas af. Precies, want iedereen heeft het wel over zon en wind, maar de warmtetransitie, dat is waar het over gaat. Deze wijk moet van het gas af. Deze mensen moeten dus ook van het gas af. En ze hebben eigenlijk allemaal, en dat zult u zo meteen merken, allemaal hun eigen motivatie om of reden om dat lastig te vinden, om niet mee te willen. Maar we gaan eerst even kijken naar een moment op een dag in deze wijk. Ik heb net een nieuwe keuken gekocht. Met een gasfornuis. Dus hallo. Het is een echte Bonetti. En daar zit, je hebt gezien dat die zes pitten. En ik hou van koken. En koken doe je met gas. Maar door dat geluidje, hè? Dat het licht te waaien. Ja, het is natuurlijk ook sowieso onzin. Want wat maken wij nou aan gas? Ik bedoel, die fabrieken, hè, aan de rand van de stad, die hebben heel veel gas verbruikt. Oké, we gaan. Ik zou even van jullie willen weten, wat is nou hetgeen deze mevrouw weerhoudt? Waar komt haar weerstand tegen de transitie van het gas af vandaan? Wat hebben jullie gezien? We hebben het altijd al zo gedaan. Druppel op een gloeiende plaat. Het heeft ook geen zin. Dus druppel op een gloeiende plaat. Nog andere dingen die je in haar hebt gezien? Ja, dus het heeft niks met haar te maken, maar het is eigenlijk oneerlijk dat zij dit nou moet oplossen. De ware oorzaak ligt buiten haarzelf. En wat is het voor deze meneer? Wat weerhoudt hem van deze transitie? Kosten. Het lekkere koken. Van het nieuwe rijden naar het lekkere koken. En het zit ook iets in, dus van hij is gewoon zo lekker bezig. Hij wil niet veranderen en het kost hem ook alleen maar dingen. En deze mevrouw? Wat zeg je? Verandering. Verandering is sowieso lastig. En moeilijk. Te druk met andere dingen. Het is niets voor haar. Maar goed, nu moeten we dus een interventie bedenken. Laten we even chronologisch gaan kijken. Anjo. Wat stel je voor dat deze gemeente bij jou zou komen en die zou zeggen van ja, we hebben doelgroeponderzoek gedaan, het is wel een beetje lastig, want we hebben niet het gevoel dat de gemeente er echt al klaar voor is. En je hoort deze verhalen uit de wijk. Wat zou jij dan aanraden? Nou, zeg het maar, dan hou ik een beetje controle over het verhaal. Ja, dankjewel. Nou, helaas is dit de praktijk. Maar gemeenten zijn
Ja. Oké, dus Anjo zegt, je zou het makkelijker moeten maken. En zodat het de makkelijke, wat je ook in je presentatie vertelde, de makkelijke optie voor hen wordt. Ja, makkelijk en logisch. Nou, wie heeft er een idee? Ja. Deze mensen gewoon te laten. Ja, precies. Misschien kunnen we ze afsteken en... Ja, dus dat is het allermakkelijkste. Maar goed, we hebben wel de realiteit. Het allermakkelijkste is om gewoon dit te negeren en dan opnieuw te beginnen. Maar dit is wel ook de realiteit. Deze mensen die zijn er, die leven er, dus we moeten hier iets mee. Dus wat zou nou een makkelijke, kijk even naar het panel, wat zou nou een makkelijke optie zijn voor hen? Oké. Okay. Dan neem ik jou er even uit. Jij verhuist. Nou. En jij mag nu terugkomen als energiecoach. Jij hebt sinds kort een nieuwe baan bij het energieloket van deze gemeente. En je hebt geleerd dat het niet belangrijk is. Van Anjo heb je een training gehad. Het is niet alleen belangrijk om achter dat loket te zitten, maar ook om de wijk in te gaan. En dan is jouw suggestie... Begin het gesprek en vraag wat betekent het voor jou. Ja, en doe misschien wel 3 suggesties om te kijken wat werkt voor jou het beste. Zou dit beter werken, zou dat beter werken, zou dit beter werken. Zodat je hun onderdeel maakt van de oplossing in plaats van het probleem. Nou, gaan we even kijken hoe dat eruit zou kunnen zien. Nou, wel leuk dat je net tijdens eetstijd komt. Ja, ik heb net gekookt. Ja, als het mag. En waar heeft het op gekookt? Gas is best, hè. Want gas is het beste mee koken, want... Oké, okay, horen we nou een beetje het gesprek wat je in gedachten had? Nee, ja, ik zat over alternatieven. Heb je ooit iets anders? Heb je andere ervaringen? Meer alternatieven. En hier zegt iemand nee, ik hoor dat niet. Leg eens uit. Ze staat op stand zenden. Ze staat op de stand zenden. Maar ja, ze heeft ook net die nieuwe baan bij het energieloket. Oké, okay, dus even kijken of er een andere stand op zit. Ik zet hem even van zenden op luisteren. En alternatieven aanbieden, dat mag wel. Oké, okay, ik wil even nog terugkomen bij die mevrouw die het had over luisteren. Wat gebeurt er nou als je luistert, je gaat luisteren, maar er komt niks uit? Oké, okay, dus daarmee op ingaan en dan vragen wat doe je eigenlijk zelf? Dus je hebt het meer, ik ben hetzelfde bezig, je probeert meer een connectie te leggen, aan te sluiten bij haar. Haar belevingswereld. Ja, nou, u heeft een probleem met de grote fabrieken, hè? En die zijn al die uitstoot. Dit verkeerd staat, dan ruik je de hele tijd. Ja, nou, het lijkt me nog. Heeft
Facebook heb ik wel eens dingen gezegd van dat ze niet grappig waren. En wat was het effect hiervan? Nou, heel veel mensen zeiden ja, vind ik ook. Goed, we stoppen deze scène hier nu even. U heeft nu eigenlijk gezien wat in Anjo's woorden helaas de huidige praktijk is van hoe het geworstel met de energietransitie op wijkniveau vaak plaatsvindt. En dat was ook de aanleiding voor het onderzoeksproject over de energiedeugden dat door de Atheneum Instituut en Vrije Universiteit is gedaan. Dus ik denk dat dit een goed moment is om nu eerst even dat te beluisteren en dan gaan we zo verder. Nou, dat is heel duidelijk. Dan vraag ik Menno van der Veen, want die kan hier alles over vertellen. Maar hij heeft niet alle tijd om daar alles over te vertellen, dus zal zich toch moeten gaan beperken. Goedenavond, mijn naam is Menno van der Veen. Ik ben van bureau Tertium. Inderdaad hebben we met het Athena Instituut van de VU afgelopen 2,5 jaar onderzoek gedaan naar een andere vorm van communicatie over de energietransitie. Iets breder duurzaamheid, maar daarbuiten hebben we nergens verstand van. Dat heet deugden en de energietransitie en dat gaat als volgt. Wij stelden vast dat iets wat vanavond al een aantal keer benoemd is. Mensen zijn behoorlijk verschillend. Als je een tijdje over nadenkt, dan kom je erachter. En ook, en dat is misschien nog opmerkelijker, mensen die in dezelfde bubbel leven, dat is een nogal populaire term die je misschien wel eens gehoord heeft, die blijken ook verschillend. Dus als je iemand bijvoorbeeld eerst een Spotify tracklist van Kendrick Lamar heeft en dan van Beyoncé, dan kun je ervan uitgaan dat hij ook wel geïnteresseerd is in Solange. Nou, dat zijn dan allemaal, dat is de zus van Beyoncé, misschien moet je Solange, gaan een beetje van deel van Amerika. Dan kun je misschien wel weten hoe je die mensen muziek moet verkopen en hoe je ze enthousiast kunt maken voor concerten. Maar al die aanpakken werken volgens ons niet voor de energietransitie. Dus al de aanpakken die proberen om te zeggen, je bent dol op Adidas schoenen, probeer ook eens een Adidas trainingsbroek, hebben tot dusver grosso modo gefaald. En dat is onder andere omdat wij binnen onze bubbel, en u zit vanavond allemaal in de, we hebben ons ingeschreven voor de Pakhuis de Zwijger, energietransitie nummer 18, bubbel, is het toch denkbaar dat de een zegt, nou voor mij is matigheid belangrijk. En voor mij, en de ander zegt, nou moed, dat vind ik een mooie eigenschap van mensen. Vind ik iets van nastrevenswaardig. En een derde zegt, zou ik een brief schrijven aan mijn kinderen, die nog niet bestaan, of mijn kleinkinderen, dan zeg ik, denk altijd goed na, dus kies wel overwogenheid. Nou, die positie, dus mensen denken verschillend over wat voor eigenschappen zij belangrijk vinden in hun leven, hebben wij centraal gesteld in onze aanpak. Dus de vraag is, kunnen wij de energietransitie niet eens brengen als iets wat niet iets van je afpakt? Want dat vonden wij eigenlijk, dat je heel vaak energietransitie wordt gezegd, u doet al van alles, u moet nog meer doen, namelijk korte douchen of iets kopen of isoleren. Maar je kunt ook zeggen, u leeft op zo'n manier, even kijken hoor, ja. U zou het liefst misschien zo'n achtig type zijn, namelijk iemand die zijn eigen omgeving, die zijn eigen leven zoveel mogelijk tot stand brengt. Dus die kan zeggen, dit is mijn keuzes, dit is de manier waarop ik graag wil leven. En hoe vaker je dat kunt zeggen, ik leef in mijn eentje of met anderen, als je met anderen leeft, op een manier die mij goed bevalt en die me helpt om mijn waarde te realiseren, hoe gelukkiger je bent. Dat is ons uitgangspunt. Dus naarmate ik me meer een producent voel van mijn eigen leven en mijn eigen omgeving, ben ik ook gelukkiger. Nou, dan hebben we eindeloos zitten praten, hè. Dat is natuurlijk wat je doet in onderzoek, maar de kern is, zou je de energietransitie niet daarop kunnen laten aansluiten? Dus eigenschappen die mensen nastrevenswaardig vinden. Niet omdat je ze per se op dit moment al hebt, maar omdat je denkt, dat zou ik nou wel wat meer aan toe willen komen. Dat vind ik belangrijk. Ik geef geld uit als water. Ik zou wat matiger willen leven. Moeten we dan niet eens de energietransitie aan jou vertellen als iets wat je helpt om wat gematigder te leven? Terwijl een ander zegt, ik durf nooit wat uit te geven. Die moet je misschien zeggen, nou, misschien biedt de energietransitie wel een kans om eens jouw gulheid
als het gaat om uitgeven, om daar eens wat mee te doen. Dat hebben we deugden genoemd. Nou, dat begint bij, ik moet opschieten, want ik heb maar 10 minuten en ik wil jullie wat vragen laten zien. Maar onder de Bob-reclame die we al eerder hoorden, en ook onder een aantal andere reclames, ligt het idee van positieve psychologie. En positieve psychologie betekent dat een norm die jij jezelf oplegt, die haal je nog steeds niet natuurlijk, als je voorneemt op 1 januari om niet meer te drinken of om af te vallen, dat gebeurt niet. Althans bij heel veel mensen niet. Maar als je het wel doet, als het je een keer wel lukt, dan ben je in ieder geval blij dat je het doet. Dus dan ben je in ieder geval, dus die mensen die het wel lukt, die gaan dat vertellen aan hun boeren. Ik nam mij voor om meer te sporten, ik nam me voor om vaker naar de opera te gaan, ik nam me voor om niet altijd zo'n chagrijnige klootzak te zijn. En dat lukt me wat steeds beter, daar ben je trots op. En als een ander zegt, jij moet iets doen met de energietransitie en je gaat het doen, dan ga je dat niet op een feestje vertellen, omdat je het gevoel hebt dat het je wordt opgelegd. Dat is het uitgangspunt van positieve psychologie. En dan tenslotte positieve labels. Ik weet niet of sommige mensen hier wel eens van motivation hebben gehoord. Dat is een heel bekende indeling van mensen op basis van hun mentaliteiten. Ze waren de eerste die het fenomeen Wim Fortuyn wist te verklaren. Maar die kiezen labels voor mensen waar je eigenlijk niet in herkent. Er zijn weinig mensen die roepen, ik ben de afvallige burger over zichzelf. Of die zeggen, ik ben de postmaterialist. Dus dat, opwaarts mobiel, ja, is ook mooi. Ja. Dat ben ik, dat is mijn leven, opwaarts mobiel. Dus wij zijn op zoek gegaan naar woorden en labels die wel aansluiten bij hoe mensen zichzelf ervaren. Zijn we op zoek gegaan naar deugden. En in die deugden hebben we steeds combinaties gezocht die we zien als positieve dilemma's. Dus dit is de eerste vraag. Tom en Sharon gaan eten in een favoriete restaurant. Ze kunnen kiezen tussen verrassingsmenu of gerecht waarvan ze denken, die kennen we al, die vinden we lekker. Wat moet je kiezen? En wij zeggen, nou, A en B, allebei goed. Het is goed om voor het verrassingsmenu te kiezen. Maar het is ook prima om te zeggen, ze hebben hier een heerlijke ribeye, misschien niet zo duurzaam, maar ik wil hem toch graag aanbevelen. Ook goed. Dan is maar net hoe jij in het, welke deugden jij belangrijk vindt, hoe je dat zou kiezen. Hey, waar is nou mijn, heb je nou mijn, kijk hier. Deze vraag wou ik eens even met jullie als eerste bespreken. We hebben hier een persoon die heet Giuseppe en die fietst met zijn 3 beste vrienden een prestatietocht waarvoor ze samen een half jaar hebben getraind. Eén van hen, Jorrit, heeft kanker overleefd en dit is een manier om zijn herstel te vieren. 80 kilometer voor het eind willen een aantal mensen niet meer verder. Ze zeggen, we zijn moe, wij gaan liften. Maar Giuseppe, die net iets beter is in conditie is dan de rest, die denkt, ik wil eigenlijk wel. Dan hebben we 2 deugden. Optie 1, solidariteit. Samen uit, samen thuis. Je hebt hier samen voor getraind. Dus je fietst ook samen door. Of optie 2, je hebt hard getraind. Je bent vlak bij de finish. Je hebt eindelijk de kans om die prestatie toch te volbrengen. Daar ga je, Giuseppe. Wie zou er voor solidariteit kiezen? En wie voor autonomie? Ja, kijk, dat verbaast mijn collega Michiel enorm. Die vond het een no-brainer, solidariteit. Ikzelf ben ook meer iemand die denkt, ja, ik heb potverdikkie hard getraind en hij heeft het overleefd. Hè. Die kan niet alsof hij... Dan heb je dus de volgende de vraag. Zelfde deugde. Marlies woont in een appartementsgebouw. Heel veel buren zeggen, wij gaan met elkaar investeren in een warmtepompinstallatie. Maar Marlies is daar als enige niet voor. Die zegt, doe mij maar zonnepanelen. Ik geloof meer in zonnepanelen voor mijn gebouw dan voor een warmtepompinstallatie. Om iets te realiseren moeten ze hier met elkaar aan de slag. Wat zou je nu adviseren? Solidariteit. Je bent nou eenmaal buren van elkaar. Iedereen is voor die warmtepompinstallatie. Dus je betaalt gewoon mee. Of autonomie, als jij niet gelooft dat je zonnepanelen, of als je echt gelooft dat zonnepanelen veel beter zijn, dan moet je vasthouden aan het standpunt en niet gaan zitten huichelen en meedoen met die buren. Wie zou er nu voor solidariteit kiezen? En wie voor autonomie? Kijk, dus dat verschilt. Mag ik even vragen wie van mening veranderd is? Wie hier een antwoord gaat? Ja. Nou, dan weet je meteen hoe die deugdentest in elkaar zit. Die gaat erom dat wij de test zo gebouwd hebben dat als je 4 keer hetzelfde antwoord zou geven, dus dat solidariteit komt 4 keer terug, dan denken we, ah, dat is iemand voor wie solidariteit echt een belangrijke deugd is. Die zegt dat niet in één context.
die zegt dat constant. Dus kennelijk is dat iemand voor wie solidariteit niet af en toe is van belang is. Maar dat is iets wat hij, mee zou, wat hij of haar mee zou willen geven in een brief aan zijn kleinzoon. Of als hij naar Australië emigreert. Zo'n soort waarde is dat. Ik heb er nog eentje voor je, voor de gein. Een jonge man houdt in een café de armen op de rug van een scheldende oude man die daardoor duidelijk pijn heeft. Wat is hier de juiste keuze? A, wel overwogenheid. Goed nadenken. Probeer er eens achter te komen wat er aan de hand is. Misschien is er een goede reden dat de man zo pijnlijk in bedwang wordt gehouden. Ga pas daarna over tot actie. Of B, spontaniteit, opstaan, einde aanmaken. Deel eventueel zelf een paar klappen uit. Stop deze situatie. Wie zou voor A denken, dat het beste gedrag is wel overwogenheid. Eerst goed nadenken. En B, spontaniteit. Dat zijn er veel minder. Ja. Het is wel verleidelijk. Ik ben toch B. Ik vind B beter. Ik ben A, maar ik vind B beter. En dan even de laatste. Dan zie je meteen hoe die dan terugkomt. Dan weet je precies waar wij het dan 2,5 jaar over gedaan hebben. Beatrice maakt zich druk om de schade die boren naar gas veroorzaakt. Er verschijnt een petitie op internet voor een eeuwig verbod op boren naar gas in natuurgebieden. Wat raad je Beatrice aan? Wel overwogenheid. Lees die petitie goed, zoek uit wat voor clubs erachter zitten, slaap er een nachtje over en dan tekenen. Of spontaniteit, meteen tekenen, elke stap is er één. Wie kiest hier voor weloverwogenheid? En wie kiest hier voor spontaniteit? Ja. Kijk, dus dan zie je dat het meestal verschilt. Dus dat we hebben natuurlijk die vragen ook zo gebouwd, maar het zijn wel steeds dezelfde deugden die toekomen. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben de deugden waarop je dus, je kunt die test doen op onze site deugden.dertje.nl. Kun je per deugd kun je advies krijgen. Dus mensen die bijvoorbeeld, dit zijn weer andere deugden, maar die matigheid 4 keer hebben ingevoerd, die raden we aan om eens wat minder vaak een warme trui aan te trekken, de thermostaat lager te zetten. Mensen die gulheid belangrijk vinden, maken we bijvoorbeeld attent op snapcars en mywheels, manieren om je stilstaande auto meer te delen. Zo hebben we dat per deugd uitgewerkt. En we zijn één stap verder gegaan en dat is dat we hebben gekeken naar welke deugden met elkaar correleren. Dat zijn die profielen waar Frank net naar verwees. Dat betekent dat deugden die samenvallen, dus in die groep van die lange test, komen op een gegeven moment een aantal deugden naar voren. Dat mensen die bijvoorbeeld creativiteit noemen, die noemen ook vaak zorgzaamheid. Dat noemen wij het ideale profiel. Je vindt energietransitie belangrijk voor de wereld. Avontuurlijk, omdat je van de nieuwste technologie houdt. Samen, maakt jou niet uit, buurtbarbecue, voetbalwedstrijd of energietransitie, als we met z'n allen wat doen. Of robuust, je vindt het vooral belangrijk dat er lang over nagedacht is en dat je niet je geld in de verkeerde dingen stopt. Nou, ook daarvoor hebben we verschillende pilots gedaan en dat leidt dan ook weer tot verschillende soorten energietransities, dat we uiteindelijk hopen dat mensen een energietransitie krijgen die niet alleen bij hen zelf begint, maar die ook bij hen past. Heb ik nog 30 seconden om te vertellen waar we dit in doen? Ja. Nou, en wat hebben we daar dan mee gedaan? Tot slot, voordat we het in de praktijk door de acteurs gaan wat meer inzicht krijgen. We hebben zo'n test gemaakt, die heb je net gezien. Dat zijn positieve dilemma's. Beide kanten zijn even goed te betogen. We hopen dat daardoor mensen dus, Tinkerbell zei, ik sta vanuit autonomie aan de voorkant. Wij hopen eigenlijk voordat een campagne van start gaat, een inzicht te krijgen in wat zijn nou leidende deugden, als het gaat om de mensen die gedragsverandering zouden moeten gaan gebruiken. Dus wij hebben geen verstand van campagnes, maar wel van de ingrediënten van campagnes. Althans, dat hopen we. Dat we weten welke deugden centraal zouden moeten staan als je in een bepaalde wijk of voor een bepaald product aan de slag wil. Dat leidt tot persoonlijke communicatie. Daar krijgen we zo'n voorbeeld voor. Trainingen. We hebben veel training gegeven voor bijvoorbeeld energiecoaches of mensen die groepsgesprekken willen doen op en rond duurzaamheid. En tenslotte strategische communicatieadviezen. Ze hebben bijvoorbeeld de Amsterdamse Energiecoöperatie proberen te vertellen hoe zij hun campagne moesten aanpassen om niet alleen in het centrum van Amsterdam, maar ook in Nieuw-West hun zonneparken aan de man te kunnen brengen. Dankjewel. Dankjewel.
dankjewel. Voordat we weer naar de acteurs gaan, één vraag voor jullie panel. En ik kijk ook een beetje de reclamemakers aan. Want zo persoonlijk weten wat iemands profiel is. Hè? Ja, dat klinkt de ene kant misschien als toekomstmuziek, maar de andere kant, ja, we weten steeds meer over iedereen. Is het dan ook echt zo dat we mensen makkelijker tot gedragsverandering kunnen aanzetten, omdat je gewoon, nou, dit is Piet en Piet staat hiervoor? Zien jullie daar wat in? Ja, ik denk dat dat zeker zo is. En nou, op deze manier sowieso, hè, want dat is heel persoonlijk op basis van gevalideerd onderzoek. Ja, beter kan niet, denk ik. Maar ook op basis van data. Kan ook steeds beter. Ik mis nog wel, zeg maar, dat er vaak een bepaalde gelaagdheid in zo'n campagne is. Hè. Dus eerst moet het probleem bekend zijn. Als je in één keer met dat probleem binnenkomt en je weet niks van Groningen. Dus je moet heel veel uitleggen. En het is vaak wel handig als je het over verschillende schijven doet. Dus laat bijvoorbeeld de overheid het probleem agenderen. Iemand anders een aantal positieve boodschappen komen brengen. De keukenboer ook binnen laten lopen om te zeggen, joh, als je nu, dan hebben we in één keer ook een nieuwe keuken en zit je op design en korting. Dus het gaat om een combinatie van factoren. En, nou. Maar weten wie je voor je hebt, dat spreekt wel aan. Ja, en zeker ook als je, zeg maar, per doelgroep dan een oplossing kunt bieden. Ik zat onbewust te denken net aan die campagne van het nieuwe rijder, daar zou je ook eigenlijk archetypes kunnen bedenken. Voor elk type hebben we daar een oplossing. We hadden 5 oplossingen. En ik stel, je bent gewoon iemand die gewoon van lekker hard rijden houdt door een woonwijk. Nou, dan een goede rem. Rij je lekker 80 in zijn 5. Dat was dan jouw tip. Weet je? Ja. Je kan wel lekker 80 rijden, maar dan wel eens 5. Ja. Of je bent iemand die ontzettend autonoom is. Zeg, in mijn auto, dan ben ik gewoon zelf de baas. Wil ik helemaal nergens rekening mee houden. Oké, maar af en toe mijn bandenspanning checken. Dat vind ik op zich nog wel prima. Of je bent iemand die niet van rood houdt. Hey, rood, van het gastiepoot. Dus zo kun je inderdaad, en dat zou ik heel interessant vinden, of je bij deze 5 doelgroepen, ook of 4, of je dan ook inderdaad oplossingen kunt vinden per doelgroep. Ik ben heel dankbaar voor dit onderzoek. En ik vraag me ook af, zijn die doelgroepen alleen op energie van toepassing, of zou dit ook op andere... Nou, volgens mij is dat een schone taak, ja, voor mensen in de maak. Nou, dat is een mooie inleiding op het tweede experiment. We gaan even kijken hoe we die mensen met een bepaald deugdenprofiel het beste zouden kunnen benaderen. Maar eerst wil ik even een korte meting doen in de zaal. Dus wie voelde zich het meeste aangetrokken tot het robuuste profiel? Dus het gaat jou erom dat het meteen wat oplevert, dat het ook inzichtelijk voor je is, dat je er wat mee kan en dat het ook werkt. Steek dan nu je hand op. Ja. En wie ging het juist over wie voelde zich aangesproken tot het avontuurlijke profiel? Dus dat betekent dat eigenlijk, je vindt het gewoon een spannend probleem om te kijken of je met je warmtepomp je hele huis kan verwarmen. Je bent aangetrokken door die prachtige nieuwe gadgets, nieuwe technologie. Dan steek je nu je hand op. Ja. Dan het redden van de wereld op nummer 1. Steek je nu je hand op. Dat zijn er ook een hoop. En samen, het is juist mooi dat je met elkaar zoiets kan doen. Oké, ik zag... Ja? Er is nog een 5e profiel en dat zit daar. Ja? Dus dat gebazel in die wijk, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Er moet gewoon de deskundigen... Maar door dat soort dingen wordt Thierry Baudet heel groot. Dus de dat dictatuur moet je niet van doen, de deskundigheid. Ja. Geen goed idee? Nee, dat is precies waar Thierry Baudet vandaan komt natuurlijk. En de hunnen. Ja. Zijn 6e profiel. Ja. Geef hem even het voordeel van de twijfel. Ja? Is de tijd van praten niet een beetje voorbij inmiddels? Tijd van praten is voorbij. Ja. Nou, er wordt... we moeten toch nog tot 10 uur blijven praten met elkaar. Maar we kunnen wel afspreken dat we er daarna gewoon mee ophouden. Er wordt eigenlijk vaak gezegd in die energietransitie, daar kap ik dit eventjes in verband met de tijd hard mee af, dat wetgeving nodig is
Maar vervolgens moeten mensen wel in beweging komen. Mensen moeten wel meekomen en het gaan doen. Dus je hebt toch op de een of andere manier moet je die mensen in beweging komen. Dat willen we nu gaan doen. Mag ik jullie hier even... We gaan even gewoon puur op basis van vooroordelen. Welk profiel past het beste bij deze man? Robuust. En welk profiel past het beste bij deze vrouw? Welk ander profiel past het beste bij deze vrouw? Samen. En welk profiel ziet u echt in deze mevrouw terug? Idealen. Oké, we zijn weer terug in de wijk. Dit zijn drie andere bewoners. Maar de wijk wil nog steeds wel van het gas af. Er is een wijkberaad. En daar gaan we nu even naar kijken. En we zien hoe deze mensen dus in het leven staan door deze vergadering. Oké, dit gaat fout aflopen. Maar gelukkig hebben we hier genoeg experts. Hier zitten er drie en hier zitten er nog een stuk of 140. Wat zou deze mensen helpen? Want dat is de realiteit is natuurlijk dat je dus die diversiteit aan profielen hebt, aan eigenschappen waar mensen door gedreven worden in zo'n wijk. Eén boodschap werkt waarschijnlijk niet voor deze mensen. Wat zou ze helpen om een stap dichter bij dat ideaal te komen? Sander, heb jij... Zet jou even voor het blok. Nee, ik heb hier nog niet direct antwoord op. Ik ga het toch proberen. Ja. Met de kanttekening dat ik geen NLP-coach ben en ook geen street marketeer. Die zijn hier over het algemeen beter in. Maar goed, we gaan het gewoon ontdekken en dan zien we vanzelf wat er nog meer nodig is. Gaat omlaag, maar je kunt ook denken, je hebt minder tocht in je woning. Je kunt ook denken, nou, we kunnen dit met elkaar aanpakken en we zien elkaar vaker. Je bereikt echt iets met elkaar, met die wijk, maar ook iets voor jezelf.
Namelijk een fijnere woning, een mooier leven. Dus eigenlijk hoor ik jou nu al alle drie de segmenten aanstippen. Je hebt comfort, je bereikt iets met elkaar en er is een kans om dat ideaal te verzilveren. Ja, ja. Oké, okay, we gaan even. We spoelen de situatie even door. En het wijkberaad heeft afgelopen vrijdagavond iemand, een spreker op bezoek gehad die deze kans hen heeft uit de doek heeft gedaan. En we gaan kijken wat de reactie is. Ja, we gaan meteen al doormonteren. Ja, het is heel erg mooi. Er zijn een aantal lokale installatiebedrijven die doen nu een voorstel. Er is ook nog een potje wat bij de gemeente beschikbaar is. Dat is niet lang beschikbaar. Veel mensen weten het inmiddels. Je kunt een aantal voorstellen nu opduikelen. Ik zou zeggen, zoek het uit. Ja, deze maar dan informatie... positief bedoeld. Deze informatie die is in het bezit van Bartelijn. Dat is de roze acteur. Yes. Nog één leuk ding. Je gaat ook omhoog in je energielabel met alle certificaten. En daarmee zorg je ook nog voor een mooie wereld. Juri, jij hebt ook nog een idee om deze scène verder te monteren. Want we zitten nog steeds een beetje in het geharrewar. Ik zie een fantastische kans richting mevrouw Samen. Namelijk de meeste mensen in de wijk, namelijk 66% van de wijkbewoners, is het erover eens dat we dit gaan doen. Dus met mevrouw Samen lijkt me dat een hele mooie kans om die in te koppen. Ja, vind ik wel een goeie. Alleen ik vind dat die andere 44% iemand zo niet buiten moet. 34. Dus wat jij zegt is eigenlijk een beroep doen op de sociale norm. Op de sociale norm. En dat hoorden we ook al in het verhaal van Anjo, de sociale vergelijking. We willen dit eigenlijk allemaal. Wat zou er gebeuren als je dat als die sociale norm zeg maar wordt ingebracht? Ja? Sander? Nou, ik denk dat er komt een feestje als de hele wijk van het gas los is. Dan kan je ze zeker ontmoeten. Hoe we dat feestje gaan inrichten. Waar vind ik het dan met jou? Dat vind ik hartstikke gezellig. Ja, dan ja. Nou, geregeld. Dit waren Bartelijn, Mark en Maaike. En we gaan verder met Anne. Ja, als ik hier zo naar kijk, dan denk ik, uiteindelijk komen ze er soort van uit. Maar het duurt wel lang. En wij hebben het natuurlijk al ook de hele avond. Hoe kunnen we nou een grote groep bewegen? Zou het nou helpen als hier nou een goede campagne aan vooraf was gegaan? Dat heel Nederland al had gezien, gas is slecht en we moeten echt iets anders. Ja, ja. Hoe dan? Hoe dan? Nou, kijk, zeg maar, je hebt een aantal stappen. Hè. De eerste is zeg maar, naamsbekendheid. Ken ik het? Inhoudsbekendheid. Weet ik waar het over gaat? En vervolgens moet er een aanbod komen. En dat aanbod moet op maat zijn. En dat moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Hè, dat kan zijn, er is schaarste, dus ik moet nu acteren. Of er is een sociale norm, dus ik moet nu acteren. Of er is nu iets te halen, dus ik moet nu acteren. Nou, dat moet aanspreken. En zo ga je zeg maar, een trap door.
En die trap bedoel ik eigenlijk, zeg maar, dus naamsbekendheid, inhoudsbekendheid, aanbod, conversie. En dan kan je nog verder gaan van aanbevelen, want ik ben er zo enthousiast over. Dus er zijn meerdere stappen te nemen. Die eerste laag, naamsbekendheid, inhoudsbekendheid, die is heel goed met een massamediale campagne te starten, te bereiken. En ook met Tinkerbell misschien, want zij waren eigenlijk nog niet zo bewust van het probleem. En jij zei, ik pak het graag bij, daar aan. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen begrijpen waar het over gaat. Dat ze de urgentie voelen bij zichzelf en het geloven. Dus het moet geloofwaardig zijn. En niet te ingewikkeld ook. Dus je moet er niet te veel voor moeten doen. Dus en je moet het geloven en dat het dus onderdeel wordt van jouw urgentiesysteem. Maar het mag ook niet te moeilijk zijn ten koste van andere zaken die al spelen. En denk jij inderdaad dat het helpt? Hè? We zagen hier verschillende profielen. Als we al deze mensen hun eigen voorlichting zouden geven, hun eigen kennis eigenlijk, zodat ze eerder gaan veranderen. Niet per se hun eigen voorlichting, maar op een ander. Verschillende mensen zijn op verschillende manieren vatbaar voor informatie. Dus dat kan op heel veel manieren binnenkomen. En weet ik wel, de campagnes die we net zagen, die heb ik nog nooit gezien, want ik heb geen televisie. Dus ik zou anders benaderd moeten worden dan. Dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Nou, er is één probleem eigenlijk in duurzaamheidsland. En dat is namelijk dat de idealisten eigenlijk zeer zelden kunnen opschalen. En dus die komen vaak niet boven, bijvoorbeeld veel bedrijven, boven de 1 miljoen omzet. Energiecorporaties, daar zie je nu eigenlijk de eerste problemen ontstaan. Die zijn ontstaan, die zijn gegroeid, die zijn geprofessionaliseerd. Daar komt een bestuur, dat wordt een structuur. En een structuur leidt eigenlijk tot vertraging, want het is niet echt helemaal zakelijk te managen, sommige wel trouwens. Maar dan zie je nu eigenlijk al de eerste besturen sneuvelen. En daarmee blijft ook die energiecorporatiewereld klein. Dus het is ook echt wel belangrijk. Ik zou het heel tof vinden om campagne te gaan voeren, niet massamediaal, ook graag. Maar ook gewoon ergens op een festival waar Springtij bijvoorbeeld, waar duurzaamheidsmensen zijn of ministers zijn. En die gewoon heel specifiek targeten. Daar heel veel energie in steken en op die manier heel veel bereiken. Joris, is dat jouw droom ook? Ik denk dat je de energietransitie verder te helpen op die manier? Absoluut, maar ik probeer al wel de massa aan te spreken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die beleidsmakers worden beïnvloed. En bij hun staat het meestal op de agenda. En juist mensen die naar dat soort festivals gaan, die hebben vaak de kennis al. Ik denk, hoe maak je die kennis nou toepasbaar voor, zeg maar, uiteindelijk? Kijk, heel vaak heb je bij campagnes heb je bepaald enthousiaste activisten, bijvoorbeeld, ik werk ook voor de Bond voor Dieren, die hebben heel lang zijn ze populair bij een bepaalde groep. En ze komen nooit over de tipping point heen om de massa, zeg maar, ook daadwerkelijk het gedrag te laten veranderen. Dus mijn taak is altijd om iets te vinden waarbij ik juist die massa ga aanspreken en die massa in beweging breng. En als ik dan over dat voorbeeld van net denk, dan zou ik daar ook zeggen, er wordt nu iets door de strot geduwd, maar ik zou eerder het alternatief al eerder probeer te toetsen. Misschien miste je net wel heel erg de avonturier tussen deze vier. Want ik denk dat je, zeg maar, het alternatief voor gas eerst eens bij die avonturier had moeten laten, als een soort rolmodel laten testen. En een soort ambassadeur zoeken binnen deze community. Die eigenlijk gewoon de voordelen van het alternatief gaat leven. Want Tinkerbell, had je ook zin om te shockeren bijvoorbeeld? Dacht je ook, daar mag wel wat meer pit in? Nee, want daar is het al lang voorbij. Dus dat is al lang gebeurd, zeg maar, voordat de eerste persoon campagne ging voeren hiervoor. Dus dat moet je hier niet meer doen. Nee. En de avonturier, miste jij die wel? Nou, ik begrijp wat je zegt, maar nogmaals, mijn vakgebied ligt ervoor. Maar je denkt er wel eens over na. Ik denk er wel eens over na, En ik was ook afgeleid door jouw Bond voor Dieren ding, dat ik dacht, daar heb ik wel eens iets mee gedaan. Want daar kan jij wel wat mee, hè? Iets met een handtas. Voor de mensen die het vergeten zijn. Tertium zegt dus, we moeten meer in profielen, we moeten meer het individu gaan zien. Daar kunnen we ons allemaal wel in vinden dus. Laten we daar eens mee aan de slag gaan. Als het om campagne voeren gaat, sowieso, ja. Oké, dank jullie wel. Dan wil ik jullie ook allemaal bedanken. Wat zei je? Een ideetje. Okay. Een ideetje, nu? Nu nog? Ja, ik word er nog in 1 minuut, dus hou het kort. Ja. Voor welke? Voor wat? Ik heb onderzoek gedaan ook naar de mensen. Waarom hebben we airmiles? Ja. Hoe meer je vliegt, hoe meer je punten krijgt. Ja. We belonen het. Ja, als we dat afbouwen en daar een alternatief spaarprogramma wat gedragen wordt door zoveel mogelijk duplicaties, dus de airmiles
mensen kunnen zeggen, we kunnen sparen, punt sparen, om de betaalbaarheid van de energietransitie en de engagement, om mensen ja. te zeggen, de create awareness, en de gedragen door zo breed mogelijk met z'n erma's door. Okay. Ja, maar ik kijk heel even de tijd in de gatenhouder aan. In één minuut, ja. Wat moeten jullie kunnen? Iedere burger krijgt een cryptocurrency wallet met een basisloon erin. En hoe meer die reist, hoe meer er van die wallet afgehaald wordt. Linkerbel, wil je hier ook nog in één minuut? Nee, ik sluit me erbij aan. Ja, heel goed, goed idee. Ja. Jury, kan je dit beter? Ik denk wel dat je heel veel problemen gaat krijgen met die mensen die zo blij zijn met die air miles en die ze zo graag willen versilveren. Dus ik denk dat er nog wel wat water door de Rijn moet voordat je die mensen overtuigd hebt. Dat u überhaupt nemen. Ja, dat is niet een beetje uit. Nee. Iedereen die nog vragen heeft, kan bij de bar terecht. Want we moeten hier helaas stoppen. Ik wil iedereen hartstikke bedanken. Ik zou zeggen, geef ze nog één keer een groot applaus en tot de volgende keer.